once again, live vanuit de Akhenaton. Speciale gasten in de building! Goudje, Yusuf, oh my god, Amsterdam City, stand up! Kom hard of kom niet, je weet zelf wat je... Love, 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 love! Heren! Goed man. Welkom, 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 welkom. Thank you, thank you, thank you. Ja, maar we zijn hier man, met een podcast man. Oh my god, ik ben blij dat jullie er zijn man, manies. Ja, ja man. Toch. Gruwelijk man, gruwelijk man. Ja man, het is binnen een minute man. Jullie waren druk bezig met allerlei opnames en zo, je weet yes. toch? En yo. Pff. Ja man, het is aan het ontploffen broer. Ja man, die agenda zit vol. Ik moest bellen, ik moest palen tikken, ik moest appen. Om jullie alleen maar in te squeezen gewoon. Ja, ja man. Katoeroe zei tegen me van, hoor dan. Ik heb je een keer gesproken, hoor dan. Geen geintjes, je moet op tijd zijn. Ik zei, broer, nou je zit me onder druk, is je een keer. Maar hij zegt, ja man broer, ja, kan niet man. Ja man, ja, man. En ik moet nagaan, ik zei tegen Kali gisteren, tegen Kali boy van, want ik ga naar Jugo Kane horen. No, die man is de realist, hij gaat je pakken, broer. En hij zegt nog tegen mij vanochtend van, opstaan, opstaan, opstaan. Ik denk, ik ben ready, man, maar ik ben hier nu. Ja toch, love, man. Sowieso shout-out aan Cali Boy, man. Ja, sowieso man. Shout-out sowieso, aan Cali Boy, man. Sowieso, ja toch? Man. Love, man. Fucken, heren. We zijn Hey, je weet toch? Ik zie dingen voorbij komen. Schatkist. Mm-hmm. Wat is de schatkist, man? Ik weet wat de schatkist is. Etilie. Mensen die up-to-date zijn weten wat de schatkist is. Maar ja, voor diegenen die het nog niet weten, wat is de schatkist? Schatkist. Wie? Jij of ik? We gaan het gewoon aanvullen. Ja, schatkist is gewoon die nieuwe urban shit. Gewoon online, begrijp je? Ja, we laten het lukken. Het is real-life shit, gewoon wat we meemaken. Je weet toch, van discriminatie tot loverboy shit, tot gangster shit. Je weet toch, maar ook ondernemen. Gruwe. Dus het is, je weet toch, van alles komt erin voor, man. We zijn gewoon die nieuwe, je weet toch? Voor mij zijn jullie de nieuwe Spike Lee team. Ja, man. Van Nederland, Benelux. Dank je wel, man. We zijn Goldies Entertainment, man. Yes, man, in de building. Oh my god. Rakka. Ja, man. Yusuf, vertel me, man. Schatkist, het is wat eigenlijk wat de mensen missen op tv. En wij brengen het gewoon op de net, man. Jij bent de cameraman. Ik ben de cameraman. Eerste cameraman. Ja, toch? Ja. Vertel mij, hoe ben jij in die camerawereld terechtgekomen? Wow. Hoe is het voor jou begonnen? Bro, kijk, dat camera... het was een... Take us back. Ik wil het goed vertellen, toch? Take us back. Was hij nog dik om, man. Ik was dik, ik had vlegjes, alles. Het is zo begonnen. Het was een straatmuzikant bij Slotermeerplein. Het was C1000. Het was gewoon echt een forte... moet ik blank of witte man zeggen? Wit, man. Een wit. Ja, whatever. Voelt, man. Ja. Het was, de man had gewoon een gauw van stem. En hij zat altijd op de grond met zijn gitaar. Mm-hmm. En iedere keer dat ik boodschapjes ging halen bij Sid... Oh, ik mag geen reclame maken. Nee, want anders moeten ze me betalen. Bij die supermarkt mag niet, die midden is al weg. En de man pakt me altijd mijn aandacht. En ik dacht zo van... ik wil een soort documentair maken... Mm-hmm. Van een straatmuzikant van... vanuit zijn huis... Totdat hij zeg maar op de grond daar gaan zitten en mensen entertainen voor 1 euro. Dus dat traject zeg maar wil ik verfilmen. Maar ik had geen kennis van camera of whatever. Je had alleen een visie. Ik had gewoon een visie en een idee. Ik wilde gewoon dat mensen dat soort straatmuzikanten gaan waarderen. Waarderen. Ja toch. Snap je? En waarom is die man nou niet bekend met zo'n prachtige stem? Ja. En maar dat denk ik soms ook van mezelf. Ja. Kijk, je weet dat? Ja, maar dus ik dacht zo van, maar hoe ga ik dat doen? Ik had geen kennis, helemaal niks, man, whatever. Maar na een aantal jaren, het is gegaan zoals het is. Dus dat is in de diepvriezer gegaan, dat idee. Mm-hmm. Ondertussen in Amsterdam-Noord, mijn broertje en ik, en Goudje onder andere... we waren gestart met de rapgroep Dobbelsteen. Oké. En uit Dobbelsteen, het is Spenker uitgekomen. Het is Massie Houtak uitgekomen. En van de schrijver, columnist van het Parool. Oké. En doppenschrijver.
trouwens. Dat zijn een van de twee uit Blinker, hoor. Van de squad. Van de squad. Er waren 11 jongens. En 11 jongens, zeg maar, whatever. Ja, hey, maar je moet ik was niet de afdeling rap, hè. Ik was de afdeling van financiën, begrijp je? Was je stiekem een beetje de P. Diddy? Ja, toch samen met zijn broertje. Wij waren al de plok. Hun waren een plok. Om het vooral korter te maken, achterstandwijk. En iedereen, en de boys waren jong, jonger. Ja. 10 jaar, 11 jaar en zo. Maar je zei net Spanker? Ja, Spanker, ja. Maar die is toch van Roffa? Nee. Never, nooit, nee, man. Spanker is van Roffa? Raka! Ja, maar toch, nu moet je wel dat geluidje doen. Ja, toch even die. Raka! Je weet toch, waarom zegt hij dat? Omdat, je weet toch, ik heb een kleine shot daar in de schatkist. En dan zeg ik, Roffa, is toch geen probleem? Waarom niet? Omdat mijn connecties zo diep daar liggen. Dat is je lul weer niet. En ik bel en... It's a rap. Ja. Maar dus, hij is van Amsterdam-Noord, man. Van hart en ziel. Ja? Ja, man. Ik dacht echt dat hij een Roffa-mannetje was. Nee, nee, nee. Door levenomstandigheden is hij verhuisd naar Roffa. Oh, oké. Okay, maar ja, we moeten een keertje een shout-out aan die man geven. Laat die man een keertje komen. Sowieso, Spanker in Contruyere. Okay, sowieso, dan. Sowieso. En, maar om dat te financieren hadden we gewoon sterke armen nodig. Ja. En dat was dus... Mijn broertje, het was dus Alessio en Goudje. En hun zorgden zeg maar voor de financiën. Ja man, we waren... Met heel veel pijn en moeite. Ja toch? Je moet, ja man, vertel, dus je vertel. Je moet nagaan, die boys zijn 10, 11 en wij zijn dan... En dan was met Alessio, wij waren 16. 16. 16, 17 en dan zijn broertje. Je weet toch? Die was dan 19 of zoiets. Maar ja, we waren al on the street, je weet toch? Ja, jullie waren daar. We waren daar. Dus gewoon, je moet na gaan 16 jaar, ben je al ondernemer. Van, hey, dan moet buiten gelegd worden voor die studio. Die gruwelijk. Begrijp je? Dan ben ik 16, hè? Ja, we moesten een studio geluid dicht maken. En hun zorgen ervoor. Ja, maar dus je moet... Isolatie moest komen en hun gingen ervoor zorgen. Ja, toch? En wij waren gewoon van... We werkten Scapino, je weet toch. Ik denk van, hey, dan moeten een optie klaren. Man, bro, al die schoenen gaan mee, man. Want het studio moet betaald worden, begrijp je? We zetten die container aan de achterkant. Mattie van mijn trekcontainer weg. Nak Beverwijk, alles seren op Beverwijk. Die doek wordt neergetikt. Maar ik kijk de studio hier. Official! Ja, man. Gewoon zulke dingen, man. Gruwelijk! We gingen hard. En ik blijf het zeggen, dat was een van de dopste rapgroep. In Amsterdam, man. No cap. Zoals je het zeggen. Ja, man. Snap je? Gruwelijk, man. En vanuit de daro, we moesten zeg maar ook een video uitbrengen. Ja. Snap je? Dus, maar toen ik dacht van, wow, goddammit. Hoe gaan we dat doen? Ik weet niet hoe ik een video moet schieten. Dus we checken mensen. Mensen vragen belachelijke prijzen. Ja. Toen dacht ik zo van, weet je wat ik ga doen? Ik ga even op het net kijken hoe je een video moet schieten. Ah, snap je? En zo is... Ja, en in die straathandel, mijn broertje kwam een keertje thuis met een fototoestel van Canon. Ik mag geen merk zeggen. Nee, mag wel. Ik kom bij ze halen nu. Ja, toch? Dus we konden foto's van maken en er waren ook opties, zeg maar, filmen. En zo begonnen die boys ook een beetje te filmen in de studio. Maar ik wist niet hoe ik moet editen. Ah. Gingen ze maar op de net checken en... Toevallig ben ik ergens gekomen, dat was de Studio West in Amsterdam-West, man. Goed. En daar kon ik zeg maar een soort van een spoedcursus om te filmen, maken en editen. Maar ik was over die leeftijd. Mm. Dus het was een bepaalde leeftijd. Dat was een bepaalde leeftijd, maar dus ik stuurde een e-mail zeg maar, naar Wendy. Shout-out naar Wendy. Shout-out naar Wendy. Wendy, man, voor Studio West. En toen zei ze tegen mij, maar kijk, je woont in Amsterdam-Noord. Maar eigenlijk, dit is toch iets voor mensen van West. Maar we gaan niet discrimineren. We gaan niet discrimineren. Snap je? En toen, mijn schoonmoeder woonde toevallig al in West. Dus wat deed ik? Adres doorgeven. Zeg maar voor mijn schoonmoeder. Pap. Ben ik daar gegaan en ik kreeg zeg maar de les van Orfeel. Super getalenteerde gast. Ik snap niet waarom. Die zanger? Nee. Hij is een filmmaker. Oh, okay. Ja, hij was een docent daar. Hij is een docent bij FilmLab. Okay. Bij Studio West. Maar ik had een andere visie. Ja. Weet je, ik zag dingen anders dan wat ik daar... Had geleerd. Ja. Snap je? Dus, maar mijn visie en hoe ik die dingen zag botsen een beetje met de school van... Snap je? Ja, van de geschreven regels. En toen dacht ik van, ik heb een doel hier. Dat is gewoon om te leren hoe ik moet filmen en hoe ik moet editen. Dat heb ik gedaan. En na jaren kwam ik
bleef ik dan bij Studio West. Ja, man. En toen, ik werd, ondertussen werd ik ook ambassadeur van Studio West. Oké, dan. Doop, man. En gelukkig, toen ben ik maar zo mijn eigen filmpjes gaan maken, man. Kijk, dames en heren, jongens en meisjes. Dit is hoe je je dromen moet najagen. Nee. Hosselen, totdat je er komt. Elke wereldreis begint met één voetstap. Every day I'm hustling. Ja, every day I'm hustling. Ah, yes sir, we in the building. Ja man, die vibe. En toen hebben we schatkies, geschoten. Maar ik moet het wel bijzeggen hoor, sorry dat ik onderbreek. Ik moet wel echt al die mensen zeg maar die me de push had gegeven. Een shout-out geven. Geef ze ik shout-out. Toen heb ik zeg maar een clip gemaakt van Omar en Roms en Kiet en de Spanker op de beat trouwens. Had ik hem geschoten. En toen dacht ik, maar mensen moeten het zien, je weet toch? Ja, ja, ja. Mensen moeten het zien. Hey, ik voelde mezelf zo hard dat ik een clip had gemaakt. Ja, tuurlijk, je moet je ook hard voelen. Dus ik zeg het online op YouTube, maar mensen pakten niet op. Ja. Maar toen de tijd was State Magazine. En Lee Stewart was de geikie daar. Ja. En Sharon Nali, man. Mm-hmm. Dus ik stuurde zeg maar, mijn video naar hem toe. Mm-hmm. Hij stuurt me terug zo van, hey, deze story is wel hard. Die is een andere vibe. Juist. Nederlandstalig, de beat klopt en alles. Maar je clip is nep, man. Ja, man. Maar luister, bro. Nee, hij zegt wel, de licht en alles klopt niet. De boys zitten niet uit. Je weet toch? Maar niet uit van de kleding moet kloppen. Toen dacht je: kick in the four, kick in the door, wave in the four. Het deed me wel pijn omdat ik die clip zeg maar. Met passie had, je weet toch, had gemaakt. Maar toen had ik het zeg maar meegenomen. Ja. De volgende dag had hij het wel gepost op State Magazine. Ja, had je toch wel gepusht. Hij had het wel had je gewoon vette goede kritiek gegeven. Man. Waar je aan dus shout-out naar Lee Stewart. Maar ik weet niet waar deze papi nu hangt. Ik zie hem niet meer op de net. Maar dat is één van die chappie die gewoon... Mensen geven meestal shout-out naar artiesten. Naar al dat soort gasten, zeg maar. Die steentjes bijgedragen hebben. Voorgrond mensen, maar die... Ja. Maar de mensen achterin, mensen net als Lee Stewart, Eric Zwemmend, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Dat is de echtgenoot van de dochter van André Hazes. Mm-hmm. Dat soort gasten hebben ook geholpen in de Nederlandse game. Oké, dus gewoon, er zit gewoon een beetje hip-hop invloedsturing vanuit de Hazeskamp gewoon. Ja, nee, maar die in je toon, in je ontwikkeling. Kijk, Erik bijvoorbeeld, hij werkt ook bij State Magazine. Maar hij heeft ook heel veel gepusht. Heel veel dingen die zeg maar niet naar voren kwamen, heeft hij het gewoon ook echt gepost. Oké. Maar dan nu, waar komt nu Goudje met zijn regisseur soort van skills in die tory? Waar kom jij nu opeens? Want je ziet die man die begint opeens clipje te doen. En wat toen dacht jij? Wat dacht je toen? Kijk, ja, ik was die afdeling gewoon van financiën, je weet toch? Ja. En met zijn brada was ik gewoon goed, safe. Dus je maakt al genoeg scripts mee? Ja toch, op dat moment wel eigenlijk. En ik was gewoon altijd van, je weet toch, oké, alles moet gebeuren, maar er is buiten nodig. Je weet toch, wat je wilt gaan doen, I got you. No problem. Maar ik was helemaal niet met dat bezig, want ik was gewoon ondernemend, gewoon vanaf Youngboy al. Je weet toch, gewoon geld. Op een gegeven moment was ik verhuisd, was ik naar Arnhem. De tijd liep al gewoon, je weet toch? En ik werd gewoon steeds groter in wat ik deed, je weet toch, on the streets en dat soort dingen. Ja, toch. En toen kwam ik Katoro weer tegen, tenminste, we hadden contact. En ik vroeg op 3 keer, 4 keer van, hey bro, ik heb iets in mijn hoofd, we moeten gaan beginnen. Ja, die man zegt, toch? Hey G, ik laat je weten. Daarna zag ik een filmpje dat hij zijn zoon liet rennen. Ik bel hem op, hey G, hoor dan. Ik zie je zoontjes aan het rennen in film. Ik wil ook rennen. Want anders word ik para. Hij zegt, ik zeg, no, ik heb geen geduld meer. Als je dat nu niet doet, broek het para. Op een gegeven moment ging ik gewoon mijn funny sketches maken. Want die zijn op mezelf. Ja. En toen zei hij van, hey, weet je wat? Ik zie, je bent wel echt bezig. Let's go. Je weet toch? Man, dope. Dus, en dan toen ging het lopen, man. En, ja, ik ben met... Want ik ben even op de set geweest. Ja. En jullie schieten hoe ik freestyle. Ja. Ik bereid me niet voor. Ik heb gewoon het idee in mijn hoofd en een vibe. En ik doe het gewoon. Ja. Dat zie ik ook bij jullie terug. Ja man. Weet je wat? Ik had geen enkele tekst gekregen. Ja. Nee. Of te veel uitleg. Ja kijk, weet je wat het was? En dan, je weet toch, je moet eigenlijk even doen dat. Oké. Maar weet je wat het is? Dus op het moment dat ik aan het schrijven was, ik kwam er niet uit. Je weet toch? En ik denk van, hey, het enige wat ik kan doen is nu... Gewoon gas geven en zorgen dat het beeld staat, begrijp je? Yes. En dat is een van die dingen wat ik echt mee heb genomen. Wat we ook gaan doen is seizoen 2. Er komen echt table reads en zo, begrijp je? Echt dat je je script gaat
met elkaar gaat leren, schrijven en zo. En het is niet meer het laatste moment. Het enige wat op het laatste moment kan, is dat we gaan improviseren op de set als de locatie niet doorgaat. Moet. Dat van jou, ja, dat is gewoon, je toch, jij bent het, je weet toch. Maar je hebt het zo opgevangen, je weet toch. Het was zo gepiept. Ik moet het wel bijzeggen, ik dank vanaf ook... wie op dat moment speelt. Ja. Snap je? Je hebt gewoon echte mensen die gewoon echt een richting nodig hebben. Om coaching. Ja, maar je hebt ook mensen die zeggen zo van, oké, je moet hem gewoon zeggen dat hij een klootzak is, maar je zegt het op jouw manier. En dat filmen wij. Ja, gruwelijk. Snap je? Zo hou je wel echt die echte kern gewoon erin. Ja, precies. En dat vind ik persoonlijk ook echt tof. Tof. Om te filmen. Plus het was... En weet je wat ik dacht ook? Nee, man. Hoe kan ik die man nog geen script geven? Was het laatste moment. Ik denk, fuck it man, Jim, man. Ik zie wel wat er gebeurt, man. Wat jij daar gaat zeggen. Je weet toch? Maar als jullie me die richtlijnen geven, dan ga ik praten zoals er gesproken moet worden op dat moment. Ik begin met je mappa schoenen van mijn mat af te gaan. Weet je niet dat die twee kotjes kost? Gruwelijk, man. Ik vond het echt leuk om te doen, man. Ja, thanks, man. Een van de redenen waarom ik jullie echt hierin heb gesteund, dat ik echt van dacht van, tuurlijk, je vraagt me, omdat ik gewoon apprecieer wanneer de straat organiseert om hun droom te verwezenlijken. Gewoon stappen maken, gewoon doen, gaan. Ja. Iedereen van de straat moet elkaar van de straat poweren om iets te bereiken in het leven. Ja, sowieso. Ja. Want de ene hand was de ander en beide het was het gezicht. En weet je wat het is? Dat is het. Ik maakte al short movies, maar dat was gewoon... Maar soms zie ik je rennen in een joggie, dat ik van, man, die is lauw, jongen. Dat is ook sowieso onderdeel. Ik wil niet naar Friese. Ik zou lang. Die Tori zou lang in mijn benen gaan. Van die kou. Zijn die vrouwen toch, ze sturen me altijd eruit. Altijd kom ik in rare situaties terecht. Man, er is een joggie over straat. Die koro samen, nakken, akko. Enorm, ik heb veel dingen meegemaakt met z'n man. Maar weet je, het is... Kijk, we maakten al short movies, maar nu dacht ik van, hey, next level, man. Kijk, en in mijn eigen short movies zette ik wel gewoon geld, begrijp je? Want dan is het klein, het is rustig, begrijp je? Ja. Maar nu kom je schatkist, je ziet 40 mensen, je denkt, normaal, voor 40 mensen gaan we geen buit neertellen. Het is echt gewoon ontplof gewoon, maar van 0 euro gewoon. Ja. En nu zitten mensen op onze hielen, begrijp je? Hey, schatkist, seizoen 2 wordt hoofdpijn, man. Je weet more toch? Power to you guys. Ja, man. I wish you sowieso. En je bent erbij, hè. Je bent erbij. Ja, toch, whenever you need me, haal ik ben hier. Niet wanneer je bent erbij, je moet, want er staat iets voor je te wachten, pa. Ik ben ready, zet me in die mix. Ja, man. Ja, maar je gaat met een andere legend ga je daar aan tafel. Ik ben de Rocks van Amsterdam. Ja, Nederland. En dat zeg je, je gaat met een andere legend, met een andere legend ga je... Je weet toch, die naam kan u nog niet zetten. Het is verrassing. Verrassing. Maar met een andere legend ga je gewoon echt dingen aanpakken, man, netjes. Ja. Looking forward to it, man. Ja, man. Youssef. Ja. Hey, ik hoor een Frans accent. Je m'appelle Youssef. J'habite en Amsterdam. Waar kom je vandaan? Want je draagt de Surinaamse linga, zie ik. Een soort van Alakondra en linga. Samsa, wat is die gekke vreemde moxie? Where do you come from, nigga? Where you come from? No. Mijn ring, dat is voor mijn vrouwtje, man. Ze is Surinaams. Oh, Surinaamse vrouwtje heb je. Gruwelijk, man. Shout-out aan de Surinaamse vrouwtje. Ja, man. Deborah, maar ze hebben me die gegeven, man. Een steentje, het heeft een bepaalde betekenis. Dus love naar dat, man. Je gaat niet emo worden, je kan het gewoon zeggen. Je lijkt of je tranen wil krijgen in je ogen. Nee, maar ik zeg ook die zakdoek. Alle van de zakdoeken voor jou. Hé, productie regen. Dat geluidje, dat geluidje, dat geluidje. Ja, man, die man wordt emo. Maar weet je, het is ook zo dichtbij. Want weet je wat fucked up is, G? Zijn vrouwtje is ook echt mijn bloednicht. Dus alles klopt gewoon. Ja, man. Dus jullie kunnen noodstromen krijgen, G. Bro, bro. It's all in the family. Ja, kijk, en weet je wat is? Wij krijgen natuurlijk ook dingen met elkaar. Maar dat is dan om elkaar te pushen. Je weet toch, af en toe zegt hij tegen me, hey, G, ik ben niet blij. G, the fuck jou, ik ben ook niet blij met je. Maar dan staat hij eigenlijk naast me in die camera. En ik ben hier. Maar er is zoveel love dat we moeten switchen. Je weet toch? Veel mensen ook op de set af en toe denken ze van, hey, deze twee... We kunnen ze niet uitstaan, snap je? Ja. Dat hebben we ook gehad. Of af en toe voelen we, dan gaan we gewoon even apart. Ja, toch? En dan na twee minuten, drie minuten... is weer gewoon groep, let's go. En dat zegt hij ook tegen mij zo van...
dit vind ik niet tof. En dat zeg ik tegen hem, nee, kijk, luister, dit vind ik ook niet tof. Je moet even opletten op je gezichtsuitdrukking, hoe je spelt. Snap je? Dat is en heel veel mensen snappen dat nog niet. Nee, maar zo is wel, weet je, hoe het werkt. Ja. En zo hoort het eigenlijk ook gewoon even. Als je er even niet uitkomt, even apart, niet in basis van iedereen. Mensen hoeven niks te horen. Ja. En soms ontploft het, hoor. Soms ontploft het gewoon tussen ons. Maar dan is het gewoon van, hé. Dus dan is die short movies gewoon, dat is dan eigenlijk die personage die dan ook echt bent. Ja, man. Dat is gewoon, kijk, dat is dat ding. Hoe goud je is, en zo film ik hoe ook hij werkelijk is. Juist. Snap je? Het is gewoon van, we spelen, we maken niet... Is niet we verbloemt hem niet. Nee. Gruwelijk. Ja. Maar weet je, want we gaan langs die toren heen. Ik ja, neem je precies waar kom je vandaan? Ik neem je precies weer terug. Rerun. Let's take me back. En die toontjes zijn aan. Ja toch. Er is geen para, man. Ja, die toontjes zijn aan, man. Vertel me, G, waar kom je vandaan? Waar ik vandaan kom, ik ben Franstalig. Daar kan je mijn accent horen. Mijn moeder komt uit Congo en mijn vader komt uit Burundi, man. Gruwelijk, man. Love voor dat, man. Ja, man. En toen, op een gegeven moment, ben je hier naartoe gekomen? Ja, op mijn 15e, 95 ben ik hier naartoe gekomen. Ben je vanuit Afrika? Waar? Ja. Vanuit Congo? Vanuit Congo, ja. Ben je hier naartoe gekomen? Yes, man. Je bent een grinder, ik moet je je love geven. Je bent een hustler, want je komt van Afrika, je komt hier. Ja. Met een doel, met een visie. Ja. Je ziet een man, je toch, die speelt straatmuzikant, Tori. Ja, je denkt van, visie. Vanaf daar begint het balletje te rollen. Opeens ben je gewoon cameraman, schatkist. Ja, man. Gaat gewoon een toen triple platinum serie worden. Ja, we belanden in Amsterdam Zuidoost, Ergeldonk. Amsterdam Zuid? Zuidoost. Ik wou zeggen, Samsam Zuider, dat ben ik. Nee. Gio kan dat. Die papi komt net uit Afrika, maar hij kan het nu vertalen in Zuid. Je kan gewoon in Zuid komen. Nee, maar we krijgen een huis in Zuid, man. Nee, maar dan zat hij al in de goud, man. Hij zit in de diamond. Black diamond. Blood diamond. Oké, je kwam in Ergeldonk. Ergeldonk. Shout-out aan de Eegbuurt. Ja, man. Echt. Voor mij, dat jaar was het gewoon... het was bizar. We kwamen ze mogen op Schiphol. En alleen mijn zus, mijn broertje en ik en onze pa. En, je ouders zijn nog samen? Onze ouders zijn nog samen. Love dat. Ja, shout-out aan de ouders van Yusuf. Ja, love. Ja, man. Laat zien hoe het hoort. Ja, man. Dus mijn pa zei van, we zijn naar Nederland gekomen. En jullie moeten wat doen met jullie leven. Bla, 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 bla. Ja, hij heeft dat standaard praatjes van no, het is niet standaard praatjes. Is die preek die je moet hebben. Ja, man. Maar mijn vader is zo flexie voor hem. Zo van, het is zo'n vader dat je eigenlijk niks mis kan doen. Ook als we toen het echt mis met ons ging in het doen wat we deden. Yes. Voor hem het is gewoon van, it's part of life, it's growth. En hij zei altijd, het maakt niet uit wat je doet. Maar kinderen, dat moet je niet meenemen. Van een gevangenis is niet gemaakt voor dieren. Het is geen dierenasiel. Dus zie wat je die Afrikaanse wijze komen nu naar boven. Ja, dus soort van, weet je, soort van, maak je niet druk. Een boom vol met vruchten, want dat besteed had. Ja, dus wat je doet, doe maar. Je weet toch? Ja, toch, doe maar. En Ergeldonk was zo fucked up, man. Ja? Echt, ik zweer het je, man. De Bijmer was op dat moment die 95 Bijmer. Ja, 95. Ik woonde toen in Grunder in 95. Ja, en toen... Gaan zoeken. Ja, toen hij dacht zo van, hier wordt helemaal niks met mijn kids, man. Ja. En we verhuisden naar Amsterdam-Noord. En daar is ook een pijn op. Ja, het is ook een pijn op. Maar voor ons, die ontwikkeling werd anders. Werd anders, ja. Ja, maar bro, ik kan je vertellen, we kwamen van Schiphol. Ik zit in de metro. Eerst de trein en dan metro. Maar we gingen zeer dichtbij, zeg maar, waar we naartoe moesten. En onderweg zag je nog mooie ossen. Dacht je, we gaan naar en die ossen werden steeds grimmiger. Bro, ik zweer het je echt, man. En de metro-wc's, ik zag alleen maar Afrikanen, man. Je dacht, wacht, ben weer terug in Congo. Maar ik zag geen blanke of witte mensen, whatever. Nee. En we belanden zo in Ergeldonk. En mijn pa zegt zo van, hier gaan we wonen. En mijn hart brak. Ja, no? Ja, man, bro. Maar volgens mij was het nog steeds beter dan Congo, of niet? 100%.
Oké, okay, maar toch, ja, jij... Gewoon... Jij wil witte mensen zien in zijn leven. Nee, maar bro, kijk, je verreist zeg maar naar een ander land. Dus je denkt zo van, je ziet het anders toch? Ja. Maar dan kom je dag, je verreist naar een tweede beter Afrika. Ja, toch. Welcome to Obama. Ja, toch. En kwam daar op, bro, ik zag alles. Toen mijn hart brak, omdat ik al dacht zo van, ja, oké, dit is een andere wereld. Maar... Toen ging ik naar buiten en ik zag het alle andere soorten bevolking. En toen dacht ik van, yes. Mm-hmm. Snap je? Ja. Ik kwam Antillianen tegen, Dominicanen, Suriname en Pakistanen. En wat. Toen dacht ik van... Een mix. Ja. Gelukkig. En toen dacht ik van, ja man. Ja man. Ja man. Ja. 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 Ik dacht van, dit is hem. Ja, toch, want in Congo zeggen ze niet paar winkriden. Ja, ja, gewoon, whatever. We gingen gewoon, man, ik had gewoon die mindset zo van... Maar dan hoe ging je reageren daar? Als je iets zeggen, je moest iets zeggen, dan ging je Congolees praten, toch? Hoe ging je praten dan, G? Bro, het ging zo, het is... Praat een beetje Congolees, G. Laat ons horen, G. Nee, man. Praat, schaam je niet. Wees trots waarvan je vandaan komt, G. Ja, ik ben super trots. Hey, vraag aan me wat we vanmiddag gaan doen, broer. Gaat je daarvan ja niet leeuw. Gruwelijk. Ja, maar boy, mino, sabi, er. Gruwelijk, pick up. Ja, maar love. Ja, maar gruwelijk. Ja, toch Afrika, Suriname, we zijn één, maar we zijn allemaal Afrikanen, man. Weet je wat, dat ding is, de taal, het was geen barrière meer. Het was gewoon een soort magisch. Het was gewoon een soort van, bro, ik kon gewoon... Lichaamstaal. Ja. Energie. Gewoon je body language, energie die je hebt, die mensen kan... En ik weet niet, man, hoe je moet uitleggen, man. Ik weet je, taal was niks, man. Het was gewoon wat, hoe je zeg maar, op een gegeven moment, je kon gewoon communiceren met die mensen met wat je aan het doen was. We vonden basketballen, het was iets leuks dat we op een plantje konden doen. Dus je hebt iets ontwikkeld waarbij je eigenlijk snel iets begrijpt zonder dat er iets wordt gezegd? Ja. Oké, luister. Zo ging dat. Wat heb ik nu gezegd tegen je? Ik weet niet. Ik heb geen bakkale kreepartie te geven, G. Ik weet het niet. Ja, toch. Zo ging dat. Ik weet het niet. Zo ging dat, man. G, iets wat ik ook nog leuks kan herinneren. Ja. Je zei me van, toen je jonger was, je liep in de stad. Ja. En toen... Ja, de eerste keer dat ik Lakana, jou zag. Lakana, John, je weet toch, we zijn hier love, man. Ja, we zitten hier bij jou precies op de hoek. Ja, hij zit bij ons om de hoek. Hij is hier om de hoek. Ja, maar Lakana, sowieso. Ja, at the ton, love. Ja, weet je, de eerste keer dat ik jou zag, het was een Kaverstraat. Ik dacht, op dat jaar begon ik ook een beetje hip-hop te checken. En ik luister van, ja, we moesten de inburgercursus en we moesten heel veel Nederlandstalige muziek checken. Levenslied, goede tijd, slechte tijd. Om een beetje taal onder de knie te krijgen. Ik hoorde, je moest zelfs Osdorp-possie gaan luisteren. Ja, Osdorp. Osdorp, hey! Ja, shout-out, man. Shout-out, maar luister dan. Def P. Dan weet je het nu bij deze... Als mensen dus vanuit het buitenland komen en ze komen in Nederland en ze moeten een soort van inburgeringscursus gaan volgen, dan krijgen ze gewoon als door de post in een stort gedraaid. Grappen, ik weet het niet hoor. Als een Nederlandse juffrouw. Dat heb je goed gedaan. Ja, toen zei ze van, hé, jullie moeten gewoon zo, het was ook cliché. Jullie zijn donkere jongens, schijnen petje, gezakt broekje. Dus gaan jullie maar naar Osdorp-Polsie muziek luisteren. Ja, dan krijg je een beetje taal onder de knie. Ja, je weet toch? Gewoon plat Amsterdam. Shout-out naar Def P. Maar sowieso. Je weet toch, en dat muziek was hard, de beat bonkte, alles. Maar, hoe zeg je dat? Kwam je op Kavelstrand? Nee. Oh. Niet. Maar ik voelde me niet... Geen affiniteit. Juist hem. Je kon je niet identificeren. Identificeren met zijn personage. Hoe wat hij uitstraalde. Oh. Maar terwijl wat hij rapt, het was gewoon keihard. Het was straat. Het was gewoon Amsterdamse dop. En toen liepen we op Kavelstrand een keertje met Marcel en mijn broertje. En toen zag ik
twee guys gewoon lopen. Avirex, Jaka. Timberlands zonder veters. Hoeven niet te rennen. Want we hebben geen angst. We hebben geen vijanden. Ja, en voor toch? De vijanden hebben we iets in die teams. Het was een manier van ongeveer 2 meter. En een manier van ongeveer 1 meter. En dat was Glaze en Kane. Yes! Dus dat! Ja, man. Ja, man. Kaffestraat. Ik denk dat Kane had ongeveer 4 of 5 kettingen, ik kan me niet eens meer precies herinneren. Hempje, Avirex, Jaka, die man liep alsof Kaffestraat van zijn paard is. Ja, man. Ja, man. Glaze was ook erbij. Maar dus, de manier hoe je liep, en toen dacht ik zo van, wow. Charisma. Ja, toch? Ja, man. Ik dacht, dat is gewoon wat ik op tv zie, gewoon uit Amerika. Maar het loopt ook mensen... Ja, hero die ook zo zijn. Maar hoe we dichtbij kwamen, sprak jullie ook gewoon Nederlands. Ja. Toen dacht ik zo, dat zijn geen toeristen. Dat zijn gewoon mensen van hier. Ja, dus dat. Love. Nee, een weekje of zo en zo check ik TMF. En zie ik gewoon je clip gewoon daar. Die man rap, bla, 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 bla. Ik zit erin, mijn broertje, dat is die gasten van Kaffestraat, man. Potverdorie. Hij is gewoon van hier. Ja, man, we brachten gewoon MTV op straat hier in Damsko. Ja, man. En sindsdien was ik gewoon verkocht, man. Ik was gewoon, gruulig, gewoon echt een grote fan. Love, man. Moet even de chat in de beelden. Ja, man. Ja, en toen man. Kwam het een fragment van je op tv met die escalade, met die spinning grip. En ik dacht, dat is gewoon een manier van hier. Ja, man. Het lauwe is dat we in die tijd... heb ik de generatie heel erg, je weet toch, geïnspireerd en gepowered om... Ja. Dat wat jij denkt dat niet mogelijk is, ik heb het gewoon voor je geneus gebracht. Ja. Maar ja, jullie doen precies hetzelfde nu met datgene waar jullie nu mee bezig zijn. Mm-hmm. Yes, man. Dus je weet toch? Ja. Even een applausje voor hun, even voor dat. Ja, sowieso, man, Moed, zeker. Dus ik respecteer jullie grind echt enorm. Je weet toch, want jullie praten... Weet je, gewoon, jij vertelt hoe je tot cameraman bent gekomen. Jij was altijd, je weet toch, in de back-end, de back-office, voor de finance, de hustler, de collector. Je weet toch, je rent. Ja, man, ja, rennen. En je wou opeens, je weet toch, vanuit die straat ging je, waar je gewoon regelrecht door het beeld gaan rennen. Ja, rapper. Ja, toch. Nee, kijk, weet je wat is, ik ben van mezelf eigenlijk al... No, van mijn hele leven ben ik al zo. Je weet toch, ook op het moment dat ik gewoon dat deed bij hun, was het gewoon wie ik was gewoon, je weet toch, wie ik ben. En toen, het liep gewoon, je weet toch, vanwege mijn jeugd wat ik had. Je weet toch, die zware dingen wat ik heb meegemaakt met mijn familie en mij. Oké, stop daar. Take us back. Die toontjes zijn wel geweldig. Ik zeg het je. Nee, maar gewoon van waar ik kom, je weet toch, het was altijd aan gewoon heavy. Gewoon zwaar, gewoon no lie, gewoon bikkelen, constant en alle tijden. No days off, je weet toch? Yes. En die naam bijvoorbeeld Goudje Get Paid is later gekomen. Want... de Get Paid heeft al te maken met wat ik doe, heeft sowieso met geld te maken. No matter what. Je weet toch, alles heeft een verdienmodel. Of het nou appels zijn of peren, maakt niet uit. Ik moet mijn slaatje eruit slaan. Je weet toch? En ik moet overleven. En het was gewoon super tof. Je weet toch? Echt die hard, keihard. En op een gegeven moment ga je ermee leren leven. Maar ik was ook gewoon die funny guy, gewoon grappig middelpunt. Yes. Je weet toch? Ik liet mijn stem wel altijd horen. En op een gegeven moment, je weet toch, dan. Zie je eigen talenten van, hey, we gaan even buiten die al die crime shit. Juist. Laat me de mensen laten zien wie ik eigenlijk ben. Ja, toch? En je moet nagaan, het was zo begonnen. Ik deed drugszaken alleen maar. En ik had geen Instagram, geen Facebook. Ik had niks van die rotzooi. Yes. Bro, ik post één foto met een nigger van mijn broer. Die man krijgt opeens een DM. Van ja, wie is die jongen rechts? Van wie is die jongen? Hij laat me zien. Zie het door jou, man. Ik heb nooit een foto op het net geplaatst. Politie op mijn hielen, man. Je weet toch. Fucked up, man. Door jou ga ik fucked up, man. Maar kijk, één foto, broer. Politie zit op mijn hielen, broer. Hoofd ontplof. Je weet toch. Maar je moet nog eens Facebook. Ik weet nog niks, hè, pa. Ja, toch. Dat is een andere wereld. Ja, toch. Ik pak tas in dit. Dat ik denk van, hey, ik ga melden. Je weet toch. Ik denk, fuck het, man. Broer, dan zegt die man. Ik zeg tegen hem, hey, kop. Ik moet weten waar we naartoe gaan, man. Welke bureau of wat. Je weet toch, onder koffer zit. Om ik begin assie te zwaren om mijn dingen. Bro, die man komt naar me toe, hij staat iets van Brouwersgracht. Ik denk van, hey, weet je wat, we gaan naar Brouwersgracht. Was Brouwersgracht 420 of zoiets, 432. Broer, ik kom daar voor de deur. Ik denk, hey, wat is dit, man? Dit is gewoon
Onderkoffer politiebureau, broer, klopt naar binnen, het is de castingbureau, broer. Je weet toch, gewoon helemaal para, je weet toch, vanwege mijn looks. Nu gaan met die mensen in gesprek, zeg maar, waarom de fuck moet ik eigenlijk hier komen? Je weet toch, ik dacht jullie waren politie. Nee, je voldoet aan een paar eisen die we hebben van het castingbureau, dit, dat. Ja, wat zijn die eisen dan? Ja, reconstructie voor opsporing verzocht. Nigga, you got me fucked up. Je weet toch, nu ben ik die opsporing verzocht, nigga. Je weet toch, reconstructie maken. Ja, en zo op een gegeven moment ging het balletje lopen, je weet toch. En zo zijn ze hele story, maar toch in het balletje roepen. Speelde ik in een film, Prison Escape. Ja. Bro, die man liet me alleen maar rennen. Ik zeg, ga naar je moer, man. Wat laat je me hier 10 keer rennen, man. Ben je gek of wat? Weet je wie ik ben? Maar je ging hem wel stoken op. Zeg van, ik wil ook rennen. Ja, toch? Maar dat zeg maar, die man liet me 10 rondjes. Want weet je, het is filmwereld. Het moet altijd weer opnieuw. Ja. Op een gegeven moment, ik denk, kijk naar die man. Ik zeg, ga naar je moer, man. Bro, kom tegen die regisseur. Van die. Die man zegt, wat dan? Ik zeg, ja, maar ga naar je moer, man. Laat je me 10 keer rennen. Ik ben aan het, weet je wie ik ben? Ik kom net uit die drugsdingen, ik begin mensen... Ja, je brengt die straat weer op de set. Begrijp je? Die man zegt, nee, maar we moeten die wegsturen. Toen kwam er een andere man. Die zei tegen me van, hey, hoor dan, wat jij moet doen. Ga je eigen ding doen, geloof me, binnen een jaar, half jaar, boom, ben je daar. Ik ga naar Oslo, ik denk van, weet je wat, het zal wel. Je weet toch, dat is leuk. Broer, ik heb zoveel reconstructies gedaan, maar niet gezien. Je weet toch, en ik dacht van, het is niet tof om met die reconstructie... Ja, toen gooide ik mijn eerste filmpje online en toen, ja, toen ging het viral. Maar het eerste filmpje ging daar gewoon kwijt gelijk, je weet toch? Tweede, derde, vierde, vijfde, broer. Op een gegeven moment, ja, daar sta je gewoon, begrijp je? En toen kwam ik naar de voorgrond gewoon, man. Want ik maakte, voordat ik hem, ik ging hem stalken, maar toen maakte ik al filmpjes, je weet toch? Ja. En toen had ik hem meegenomen bij... Bami eten. Was dat Bami eten in de McDonald's? Nee. Was beroofd in mijn slaap. Beroofd in mijn slaap. Ja, beroofd in mijn slaap. Dus dat is een van die eerste eigenlijk die dus ik werd, dus bijvoorbeeld, ik ging slapen. Werd ik wakker. Maar ik zag dat ik werd beroofd in mijn slaap. Dat was die vonniskeer. Dus ik belde die dingen van, hey, komen jullie nu hier naartoe, man? Ik ben beroofd, man. Maar ik heb ze niet gezegd dat ik ben wakker geworden. Dus hun komen allemaal pull op. Ze vragen van, maar wie heeft je beroofd, G? Ik ben beroofd, slapen. We moeten slapen. Hoe slapen? G, ik ben in mijn droom. Bro, die mannen gaan mee in die slaap, bro. In die slaap zie je die mannen gewoon schieten. Gewoon van, ze staan gewoon ready. En bro, dat ging viraal, bro. Sharon Urman, man. Ja, man. Had hem geklapt. Oh, ja, man. Toen ging het lopen, man. En toen, ja, dan komt film erbij gewoon, man. Het is, kinderen kan je zeggen, het is film. En weet je, met dat film, short movies, hè, maar we waren ook begonnen met dat corona gedoe. Mm-hmm, een tijdje dachten we ze van... Oké, wat gaan we doen, man? We staan even een beetje stil. Dus we moesten even bij elkaar komen. We moesten even brainstormen. Zo van, we gingen even... Zie, hoor je me goed? Ja, we moesten even brainstormen. Zo van, wat gaan we nu doen? Juist. Weet toch? En toen kwam hij met het idee, we gaan een short movie doen. Met mijn zoontje. Met Giano. En toen... ik zei van, ja, met Giano gaan we dat aanpakken. Ja, dat was we eerste. Gaan naar Arnhem. Arnhem. En toen ontplofte en op dat moment, we wisten nog niet eens zo van, zo moet je filmen, dit moet je doen, dat moet je... Daarvoor fuck it, man, we pakken gewoon de camera in, hup, naar Arnhem. Ja, man, en toen... En dat is 9 maanden nu terug, hè? Ja, 9. Ja, man, dat was gewoon de eerste short movie, man. Ja, man, en toen is het gaan lopen. Giano, ik respecteer jullie grind echt, man. Dat en toen is dat, weet je, zo hoort het. Op dat moment dacht ik zo van, weet je wat het is eigenlijk, maar for fuck it, wat al... Die mensen doen en zeggen. Weet toch, ik zeg van, ik wil echt de short movie in Nederland gewoon domineren. Ja, man. Ik zou gewoon voor jullie willen zien dat jullie gewoon 5 jaar van nu gewoon 3 dope cinemafilms, patéfilms gewoon. Bro, ik kan jou beloven, ik kan je aankijken, G. Dat gaat hoe dan ook gebeuren. Bro. Hoe dan ook. Er komen dingen aan, G. Hoe dan ook, bro. Dan moeten we naar binnen lopen en zeggen, G, luister, we hebben een kino. Hey, G, ik ga je wat zeggen, hè. Broer. Ik was, dat is niet omdat mijn management ook hier zit, hè. Broer, ik heb met zoveel mensen gesproken, hè. Ja. Die zeggen van, hey, goudje, dit kunnen wij doen. Nee, ze kunnen niks doen, jij kan alleen doen. Begrijp, maar nee, met mijn keuze in mijn management. Oh, oké. Met gewoon van die dingen die ze allemaal, je weet hoe dat gaat. Ja, nee. Die lang bezig zijn en toen kwam ik uit bij Sofia, bij Kostemeet. En hun begrepen mijn plaat ook, je weet toch, mijn plaatje van één. Maar dat is dat ding, hè, mekaar begrijpen en mekaar dat is dat ding. Ja. Want, weet je, ik persoonlijk, ik heb geen manager. Ik ben nog steeds op zoek. Mm. Maar, dus alles wat ik doe, heb gedaan, heb ik gewoon zelfstandig op poten gezet. Ja. Ja. Weet toch, of het nou... Maakt niet uit, videoclips zijn geweest of ik moet gaan grinden of watsoever. Ja, duidelijk. Maar wat heel belangrijk is dat je gewoon elkaar heel goed
begrijp. Ja, ja. Ja, ja. En dat zocht ik. Dat zocht ik. En dat heb ik eindelijk. Je hoeft niet perfect te zijn. Je hoeft geen iedereen in je telefoon te hebben zitten zodat je iedereen kan bellen en met je alles kan hebben. Hoeft niet. Maar grind met mij zoals hoe ik grind. Als je niet als mij kan grinden, wees niet in mijn omgeving, bro. Nee, maar dat heb ik zelfs met Matties ook, hè, broer. Ik heb dat met nu, hè, deze tijd. Niet alleen met Matties, ook met vrouwen. Ja, ook. Broer, vrouwen ben ik al helemaal klaar mee. Maar luister. Hey, geen party ding hier, hè. Nee, maar nee, want je weet maar nooit wie hierna kan komen uitrennen. Begrijp je maar. Nee, maar gewoon, ik praat met gewoon vrouwen die, met wie ik sprak. Gewoon, je weet toch, van hé, dat gaat gebeuren. Fatou, man. Je weet toch? Ja, Matties gewoon. Broer, zelfs tot nu toe krijg ik die credits niet van die motherfuckers van wie ik het moet krijgen. Ja. Begrijp je? Beetje afgunst, een beetje stiekem afgunst. Begrijp je waarvan we zijn lang? Kijk, maar dat zeg ik hem ook, hè. Ik zeg van eigenlijk de credit van de mensen, dat is eigenlijk niet nodig. Het is wel gewoon... Wat die voldoening die je zelf krijgt, toch? Van wat je doet. Met dit, eerlijk is eerlijk, we verdienen nog niet echt bakken met geld. Met dit. Nee. Snap je? Maar het is gewoon, als een filmpje online gaat, wat mensen zeg maar zeggen van, dit is tof. Juist. Wat jullie doen is lauw. Weet je? Het is, dat geeft mij nog meer energie om nog dopper te worden, om nog beter te worden. En nog. Snap je wat ik bedoel? Juist. Zeg eigenlijk, wat de credit van mensen eigenlijk, mijn eigen mensen, dat, ja. True, man. Kijk, weet je, die energie is zo belangrijk, toch? Ja. Als je met iemand bent met wie je rolt, of het nou een vrouw is, of het nou een mattie is, of het nou een zakenrelatie is, of iemand met wie je muziek moet maken, of een film moet doen, of wat zo even. Die energie moet positief en aanvullend zijn. En verrijkend. Op het moment dat het stagneert. Onrust de hele tijd. Get the fuck out of my way, man, bro. Ja, je loopt maar alleen maar voor de voeten, man, G. Ja, ja. En elke negatieve energie gaat jou stoppen om te groeien. Ja, dus zodra je begint te merken van, hé, je bent moe, man, eigenlijk. Ja, jij, man. Je bent een last. Je bent eigenlijk gewoon moe, man, jij, man. Als je gewoon goed kijkt naar jouw kwaliteiten die je niet eens benut. Ja. En je gaat kijken naar mijn kwaliteiten die ik probeer te benutten. Ja. Zie ik gewoon dat jij mij vertraagt in mijn groeiproces. Ja, want jij bent niet daar qua visie, daar waar ik wel ben. Ja. En het is niet dat ik beter ben dan jou. Ik ben gewoon in een soort van andere mindset. Waarbij ik begrijp van, ik weet het nu inmiddels, ik moet gewoon doen. Ja. Maar dan soms moeten mensen gewoon hun positie playen voor jou om te kunnen doen wat jij wil doen. Ja. Maar als die mensen hun positie niet kennen, hun plek niet kennen... Ja. Bro, dan die energie. Hè. Ja, man. Ja, gaat man. Gewoon aan je bewegingen gewoon vreten, man, G. Ja, en dan is het gewoon soms beter dat je eventjes, je weet toch? Die afstand. Even een afstand. En kijk, en dat, daar voel ik me, ik sta daar volledig achter, hè, bro. Dus je moet nagaan, die naamsbekendheid kwam, goudje was daar, je weet toch. Maar ik had plannen, ik denk van, man, bij sommige plannen heb je doekoe nodig. Ja, je dacht, dan gaat geld een rol spelen. En dan ga je vrienden kring krijgen. Ja. Van, hoor dan, jij hebt daar iets. Maar dan zie je van, eigenlijk, voor wat? Bro, geloof je in mijn shit of niet? Maar dan nu kom je nieuwe mensen tegen, nieuwe vrienden, laat maar ze zo noemen. Juist. Die zeg maar, geen rekening houden met de achtergronden, maar die kijken naar het plan van, wat is je bedoeling? Nog spang. Ik sta daar achter. Omdat mensen soms die te lang in je omgeving zijn, verliezen de realiteit van jouw waarde. You get me? En nieuwe mensen, die zien die waarde van jou. Die van, die zien die potentie. Of die vinden je gewoon tof. Want je hebt ook nog steeds mensen rondlopen die een gunfactor hebben. Wanneer ze je zien en zien hoe je beweegt, dan loopt zo. Van, ja man, hier tikkie. Je les lijkt hier. Ja man, maar doe je ding man, G. Ja, maar dat is precies wat je eigenlijk zegt, bro. En dan kom je die mensen tegen, die nieuwe mensen, zeg maar. Je begrijpt toch? Dus nu met die bekendheid van mijn zaakjes. Ik merk van, omdat ik zelf ook ondernemend ben, die mensen die op me afkomen merken ook van, oké, luister, het is niet alleen die papi die rent in jockey en die films maakt. Ja, ja. Qua business-wise is hij ook daar. Is ook slim. En hun begrijpen van, oké, waarom vraag ik het? Juist. Begrijp je? Maar wanneer ik mijn niggas ga uitleggen van, die zien het niet, bro. Die zien het niet. Terwijl ik hou dood van ze. Maar ze zien het niet. Ze snappen het niet. Het is niet zien, het is niet snappen, het is niet voelen. Het is zoveel, man, bro. Ja. Bro, soms is het ook gewoon zelfs niet gunnen. Ja, toch, maar alleen niet uitgesproken. Maar ik moet het wel zeggen, dat zo'n mensen hebben wel nodig om nog harder te gaan. Sowieso. Want als het alles makkelijk wordt... Nee, dan komt die groeiproces niet gegrond. Je weet wat ik bedoel, dus je moet een beetje turbulentie ondervinden. Oké, maar Kane, luister. Wanneer je iemand wat vraagt, dan vraag je toch
Omdat het belangrijk is. Maar kijk. Je vraagt toch iets wat kijk, belangrijk is. Tuurlijk, maar weet je wat het ding is? Als jij je echte kabels, die jij beschouwt als je echte kabels, confronteert met iets waarbij jij hun wilt meenemen met jouw groeiproces. Besef dat hoe graag ze dat misschien ook zouden willen, ze kunnen het soms niet. Omdat hier, ze zijn niet daar waar jij bent. Dus je moet iedereen, dus je moet je vrienden, moet je allemaal love en respect geven, maar je moet weten voor jezelf dat de gradatie van waar jouw vrienden zich bevinden niet allemaal hetzelfde zijn. Ja, en ik denk dat ik daar moeite mee heb. Daar hebben we allemaal moeite mee, omdat we gepassioneerde mensen zijn van, yo, let's go, you're hard. Maar als je goed gewoon kijkt, ga je gewoon zien dat onder jouw allerbeste vrienden bepaalde gevechten zijn die jij niet met hun kan vechten. Ja. Maar is er niet misschien van vrienden? Wacht, stop! Ja. Wat wil je zeggen? Ja, ik kan me daarvoor. Ik weet niet. Ik begin een soort van te stotteren, omdat ik denk dan aan situaties, je weet toch, en het floept niet eruit. Maar ik heb mijn twijfels bij veel dingen ook. Je weet toch, ik weet niet meer hoe ik het moet uitspreken, maar eigenlijk. Beaam je wat ik zeg? Ik beaam het. Maar dan kijk ik gewoon naar de situatie van, hé, wacht even, man. Maar goed, gelijk, man. Want ik stond ook in die situatie dat ik denk van, gee, waarom niet? Ja, want het lijkt alsof een kwartje nu begint te vallen bij jou. Ja, toch? Omdat ik denk van, waarom niet? Je weet toch, waarom niet? Het is niet omdat die mannen niet van jou houden, maar ze houden jou vanuit de gradatie waar zij zich bevinden. Maar het is niet genoeg om die bijdrage te leveren aan jou voor hetgeen wat jij wilt doen. Oké, dat is waar. Maar stel je voor dan nu. Hey, consultuurtjes ingegaan, hè? Oké. Okay. Ja, oké. Okay. Okay, maar luister. Hoe ga je daar hiermee om? Van ja, die man is nu bekend geworden, ik kan die helemaal niet eens bereiken. Kijk, dat zijn de consequenties die erbij komen kijken wanneer je niet meegroeit met iemand die een doel heeft en een missie heeft en opeens daar is. Die persoon die gaat opeens in een andere wereld terechtkomen. Waarbij andere tijden gelden, bro. Andere schema's. Je gaat andere tijdstippen slapen. Dus wanneer jij bijvoorbeeld naar bed gaat, gaan hun misschien opstaan om uit te gaan. Ja, want kijk, ik ben niet veranderd. De situatie verandert. Bro, je hossel is gepromoveerd. Ja, waardoor je levensactiviteiten er anders uit zijn komen te zien. Ja, want ik verander niet. Hè. Natuurlijk niet. De situatie om mij heen verandert. Bro, you still the same OG. Ja, maar ik ben dezelfde nog steeds. Nog steeds diezelfde hossler. Ja, maar het wordt wel zo opgenomen. Nee, natuurlijk die situatie moet veranderen. Anders groei je niet toch als persoon. Precies, dat is ja, nodig. Ja, dat zeg ik, maar dat heeft niks met mijn eigen hoe ik ben te maken. Nee. Want dan nu ga je dit horen. Omdat die man bekend is, kan ik hem niet bereiken. Begrijp je, dat is toch para? Dat is bullshit, man. Nee, bro, je bent gewoon druk. Mensen moeten gewoon en dat bedoel ik nou. Dat is de reden waarom ze niet met jou zijn in je groeiproces. Mm. Omdat als ze dat al niet eens kunnen begrijpen, dan kunnen ze die money flippen naar, je weet toch, plannen uitvoeren al helemaal niet bevatten. Ja, toch? Want als ik zeg ik heb 15 doezel nodig, heb ik dat gewoon nodig. Want ik weet het wordt geregeld. Je weet wat je ermee kan doen. En als hun niet kunnen zien wat ervan kan komen wanneer die 15 op tafel komt, dan moeten ze niet in jouw space zijn. Is niet erg. I still love you. Maar wanneer ik mijn 15 heb, is niet dat ik wrakzuchtig naar jou ga kijken, maar dan ga ik doen wat ik moet doen met die 15 kop. Ik heb je laten zien. En dan ga ik bereiken wat ik ga gaan bereiken. En wanneer ik dan in een wereld ben gekomen, dan moet je niet lullen van, ik heb je niet meegenomen, ik heb niet aan je gedacht. Ja. Ik heb wel aan je gedacht. Ik probeer je erbij te betrekken. Maar als jij vindt, je moet alleen maar tasjes kopen en van die strakke spijkerbroekjes. Ja, grappig, spendeer je geld maar daar dan uit. Weet toch maar, weet je, nu zitten wij hier. Ja. We making movies, man, bro. Ja, en kijk, en dat is het hele punt waar ik eigenlijk naartoe ben gegaan net, waar ik naartoe kwam. Van, dat was die keuze in mijn management. Dat is gewoon eigenlijk dit gesprek. En toen ben ik eindelijk erachter gekomen van, hier ben ik thuis, begrijp je? Ik zie, mijn shit begint gewoon te gaan, je weet toch? Ja. Zelfs is lang ook getwijfeld om in de management te gaan, hoor. Maar het moet, heb je nodig. Nee, ja, het moet. Op een gegeven moment moet het. Want je kan maar op één plek tegelijkertijd zijn. Ja, man, en er zijn maar zoveel mensen waarmee je contact kan en wil staan soms. Ja, maar je moet het ook niet willen om met iedereen te praten. Want dan is het maar van, je kan die persoon makkelijk bereiken. Kijk, bijvoorbeeld hetzelfde met de doofportier. Weet je, met hart en ziel, je weet toch, zit ik in deze grind. Ja. Ja. Maar het is soms ook heel vermoeiend voor mij om achter mensen soms aan te gaan. Ja, van, wil je komen? Dat weet toch, is irritant, man, bro. Want er zijn soms mensen, zoiets van, legend, OG. Maar wanneer ze die legend, OG,
love die ze uit met hun mond moeten gaan verzilveren in een daadkracht, dan zie ik ze niet hier. Ja, ja. Hey, maar daar sta ik helemaal achter. Hè. Ik zeg het eerlijk, ik ben een motherfucker met dat soort dingen. Ik heb dat een plekje gegeven. Maar, hey, no, ik niet, man. Ik heb dat een plekje gegeven. Ik niet, man. Ja, echt, ik zweer het je, man. Bro, ik zie het zo. Ik benader je één keer, ik benader je twee keer. En je komt laat of je wil niet komen. Dat betekent dat je geen respect voor me hebt. Move on. Hey G, ik ben niet zo weer, broer. Ik ben anders. Ik ben een motherfucker. Ik zeg je, ik heb je maar papa gezegd toch dat je hier moest komen, toch? Dan nu ben je te laat. Want ik ga het wel tegen je zeggen. Oké, okay, ja. Maar weet je, I'm with you, boven you. Maar wat het ding is dat soms als je het gaat uiten, je weet toch, dan ga je degraderen, je weet toch, naar een niveau waar je jezelf niet op zou moeten willen gaan bevinden. Je weet ja, toch, daarom toch, daar krijg je maar, een soort, het breekje op een of andere maar manier. Weet je wat deel is, op een bepaald moment zie ik wel, gaat die persoon zichzelf onderscheiden van al die reale peoples die wel komen. Die je wel supporten. En dan maar dat zijn die nieuwe vrienden. En precies. En dan ga je. En die mensen die dan niet komen of watsoever. Of je niet supporten. Op een bepaald moment worden ze in kaart gebracht. En zie je dat het een bepaald groepje is. Ja. En dat is zonde. En ik snap niet dat die mensen zelf niet doorhebben dat ze zichzelf categoriseren in een bepaald groepje. Want nu is het gewoon nog even lachen, hè, feesten. Maar straks is dat liedje afgelopen. Hey, maar ik heb allemaal niks gezegd van, hey, wat dan, sowieso rode loper. Ik neem jullie mee. We gaan denken, er is een grote war aan de hand, man. Zoveel niggas van de blok komen naar de première. Omdat, weet je het is? De straat neemt nu de staat over. Ja, maar ik heb ze altijd al gezegd. Ik zeg ze nog steeds. Van, hey, wat dan, als die film komt in Pathé, maakt niet uit wat. De straat is zwart. Begrijp je? De straat is zwart. Van vol van mensen. Goudje, met hoeveel kom je hier, man? Plus 85. Ik kom met plus 85. Ja, toch, ja, toch, ja, zelfs tante die ik niet ken, tante Wonnie met tante Wendy. Iedereen komt mee, begrijp je? Omdat ik wil ze wel laten zien. Want ik ben niet die man van, hé, hey, ja, hij heeft het nu daar en dan ziet ze opeens. Want dat heb ik wel. Ik heb nieuwe vrienden. Ja. Ik heb nieuwe vrienden. Ja, ja, maar ook die nieuwe vrienden moet ik ergens mee kunnen nemen, begrijp je? Ja, 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 want hun hadden die Bribi, hun hadden die Love. We hadden alles in me, begrijp je, in me gezet. Ik krijg dan die nieuwe vrienden en die oude vrienden. Maar die nieuwe vrienden hebben me wel. Ja, toch, die werk opgegeven. Want kijk, bijvoorbeeld, jou ken ik al zo lang. Jij kent mij niet. Juist. Maar ik ken jou wel, begrijp je? Omdat je bent voor mij een legend. Love, en hoe je zegt van, ja, die mannen zijn een legend. Die, dat ze zitten daar niet. Maar ik zit wel hier. Love, omdat respect ik heb die respect voor je, begrijp je? Love, respect voor dat. Oh, Debbie Toon. Rakka! Nee, maar ik heb die respect wel voor je. Dus wat gebeurt er? Ik had met jou afgelopen maand een gesprek, ook een diepe gesprek aan de telefoon. Nu, toch? Ik reed zo. Gewoon omdat ik dat gesprek van je moest horen vorige maand. Toen zei me van, ja, nou span, die mannen dat, zus en zo. Ik neem dat mee, want weet je waarom? Die dingen heb ik nog niet gehoord. Nee, van de mensen van wie ik het eigenlijk. Die hebben het nog niet meegemaakt. Nee, ik moet het horen al. Hij had al daar moeten zijn. Ja. Alleen zijn omgeving heeft hem nog niet ingelicht. Begrijp je? En dan... Broer, ik weet niet hoeveel ik praat, maar ik weet niet. Zelfs als ik slaap, praat ik waarschijnlijk. Je weet toch, ik praat al zoveel, maar dus ik hoor alles. Ik neem ook alles mee in mijn ontwikkeling. Yes. Maar dat, ja, en sorry dan, dat ik je onderbreek, maar dat zei ik hem ook in het begin. Omdat ik heb ietsje meer bagage, zeg maar, dan een goudje. Ik heb zoveel voor mensen dingen gedaan of betekend. Die nu ook poppen zijn. Maar ik had hem gezegd vanaf het begin. Op een gegeven moment, als het alles gaat lopen, dan ga je mensen ook meetrekken. Dan kom je in een bepaalde situatie die je nog niet weet hoe je dat moet behandelen. Yes. Of hoe je dat mee moet omgaan. Yes. Vrienden die ineens jou anders gaan zien. Ja. Mensen die ineens wat voor jou willen. Yes. Snap je? En wanneer je zo ver bent, je moet al ready zijn om mee te kunnen boksen. Juist. Snap je? En dat soort gesprekken, dat is ook echt nodig en ook belangrijk. Dan alleen maar lachen en filmen de hele tijd. Hey, sorry dat ik je onderbreek, AJ. Maar ik zit... Wat is er? Ik denk raar, ik hoor jou. Hoe jij tegen hem praat, toch? Kijk, voor ons komt een soort van droompje uit. Van, hey, want we hebben gesprekken van, is gewoon sugar cane. Ik zeg eerlijk, sugar cane, kan je één ding voor me doen, pa? Vertel me, G. Alsjeblieft. Vertel me, wat je tegen... hoe heet die ook alweer? Tegen negative zei? Zeg die lijn tegen. Welke, Tony? Die mapapa lijn. Welke was het ook weer? Je zegt tegen hem... Je stuurt ze dan eigenlijk richting die overval toe. Ja? Bolletjes bloed. Ja. Van Spikey! Nou, Mickey, man! Papa, ja!
Vorige keer heb je opgefokt toch? Maar mag die mijn papa niet meer hebben? Ik moet grillen. Dus aan dat zit ik zit gewoon te dromen van want ik weet nog dat ik tegen hem zei van hey, we gaan gewoon een sugar cane, hè? Ik ken al die bekende motherfuckers ook gewoon, je weet toch. Je hebt bij iedereen je eigen gedachten, maar voor ons was het, we spraken al erover. En weet je wat is, broer, aflevering 12, 11, 10, 9 en 8 waren er niet eens, we waren al gewoon van, sugarcane hebben we nodig. Gruwelijk. Ja, en ik zat te kijken naar jullie. Waarom vragen die mannen me niet? Ze zijn raar, man. Nee, maar dat is wel zo, man. Dus je weet toch, en, dus dat is gewoon wat ik net in mijn hoofd kreeg. Dat ik moest lachen eigenlijk. Hij heeft me dat gezegd en dan nu zitten we gewoon hier aan die tafel met jou. Is gewoon nothing but respect, man. Dus het is gewoon lobby, je toch niks. Je kan doen en gaan staan en met mensen praten, zeg maar. Alles is mogelijk gewoon. 100% man. Sowieso wil ik even een shout-out geven van Arius. Ja, en man. 20. Hey. Arius. Hey, nee. Zet iets van Arius. Zet Arius. Nog een keer. Braka, we gaan nog een keertje. Arius. Oh, hey. Ja, man. Hij is even achter de camera. Mag hier sowieso. Kijk, we zitten. Hij staat daar op die volgende stage. Arius. Want we hebben een stand-up comedian, toch? Kondig er even aan. Ja, man. Love in the building. I can't check. Vandaag. Yo. Hey. Yo. Shit. Ik hoor de hele tijd al, wanneer ik stand-up comedy doe overal, dames die ook zeggen, het is een mannenwereld. En dat is eigenlijk ergens een beetje waar. Maar vandaag gaan we het veranderen. We hebben een dame, een vrouwelijke comedian. Ze gaat haar ding doen. Ze is grappig. She's funny. Like, ik wil een warm applaus voor iedereen. Vooral de mensen thuis. Een warm applaus voor niemand minder dan Lucinda Sedak. Thank you. Goedenavond mensen, goedenavond. Goedenavond. Alles goed met jullie? Yes. Ja man, in deze crazy time. Die corona doet met ons jongen, het is echt wreed. Ik moet zeggen, eerst dacht ik het duurt 3 maandjes. Weet je, nu duurt het gewoon lang. Laatst zei iemand tegen me van, hey Luus, hoe zou je de corona omschrijven? Ik zei, als mijn seksleven man, het is droog. En het moment dat er dan action is, valt er altijd iets om te lachen. Snap je broer? Maar we moeten het ermee doen, snap je? Ik moet zeggen, de corona heeft mensen ook wel creatief gemaakt. Ik ben ook een paar dingetjes begonnen voor mezelf. En je ziet, iedereen heeft een hustle en een grind. Weet je? Want je moet wat. Want je kan niet altijd rekenen op werk, et cetera. Dus mensen hebben hustle en grind. En ik moet zeggen, ik heb in die hustle en grind heb ik nog nooit zoveel personal trainers gezien met obesitas. Die zelf lesgeven. Ik zeg het je eerlijk. Even zonder grap. De laatste kill die mij les gaf, je denkt, je support. Hij doet zijn ding. Maar hij had echt grote beren. En dan denk je bij jezelf, wil jij mij vertellen over prep meals? Like, really? Weet je? Ik bedoel, deze keel had kleding aan van super dry. Maar bij de eerste oefening uitleg was hij al super nat. Hoe dan? Maar weet je, like I said, je moet supporten. En de corona geeft mensen ook al het besef. Hè, van eigenlijk ook eigen kennis. We kennen wel iemand met een slechte adem. Waarvan je dacht, hoe ga ik dit zeggen? Kan ik het wel zeggen? Hè? Nu kan je gewoon tegenwoordig zeggen, doe je mondkapje op. Adem in. Adem uit. Zie je wat ik bedoel? Het kan tactvol, mensen. Het kan tegenwoordig tactvol. Weet je? En het is ook in de supermarkt bijvoorbeeld. Nu is het wat minder geworden. Maar toen voelde het net aan als een Pac-Man. Weet je, dat je dan gangpad binnenkwam. Oeh, weer terug. Weer achteruit. Het voelde gewoon echt. Ik kan er niet aan wennen. Maar we doen ons ding. En nu eindelijk, die avondklok is er vanaf. Ik ben zo blij. Ik weet zeker dat kills ook blij zijn, vooral de mannen. Je weet zelf, die schatjes kwamen niet meer over de vloer. Anders moesten ze blijven pitten. Snap je? Schatjes dachten, ik kom met mijn tanden barstelen, een extra pruik. Nee. De deur is dicht. Buiten mannen, buiten vrouwen waren boos. Ja. Lockdown. Het was lockdown. Laten we even eerlijk zijn. Hey, ik snap eigenlijk niet, buiten man, buiten vrouw, waarom is het nodig? Ik snap het niet. Blijf gewoon lekker thuis met de persoon waarmee je het goed hebt, et cetera. En ik vroeg het inderdaad aan een dame van, ik zeg maar, weet je, tegenwoordig is vooral buitenman, buitenvrouw is gewoon een ZZP-functie.
Een heleboel mensen doen het. Het is een trend. Ze halen er hun dingen uit. Ik weet het niet. En ik vroeg aan, ik zeg eerlijk, maar voel je je niet schuldig? Je weet toch? Hij zei, nee, het is gewoon een beetje spanning. Ik hou van die spanning. En ik keek eraan en ik dacht, als je spanning wil, zeg ik tegen haar, dan moet je een ringtone downloaden. Een hoest ringtone. Ik zeg, dan moet iemand je bellen constant in de supermarkt. Ik zeg, geloof me, je krijgt alle spanning. Ja? Kom op, er zijn allerlei manieren om inderdaad spanning te creëren. En het is echt, het is moeilijk inderdaad om... Het was al moeilijk om single te zijn. Ik kan het weten. Het was al moeilijk. En nu inderdaad met die corona en al die regels is het inderdaad nog moeilijker, weet je. En zijn er mensen single in de zaal? En mensen vaseline en uierzalf telt niet. Olie telt niet. Ik denk, ik zeg het maar even. Ja? Ja? Een paar singles? Ja? Nee, kijk, maar weet je wat? Het is niet raar dat ik het zeg, hè? Besef, hè? Iemand zei elke keer tegen mij, hoe is het met je man? Ik zei van, hij ligt te slapen. Dat ding was aan de oplader. Dat bedoelde ik eigenlijk. Dus het is echt niet raar dat ik het vraag of zeg. Snap je? Maar het is een moeilijke tijd om gewoon single te zijn. Ik ben een persoon, vroeger vond ik het, hield ik rekening met mensen hun gevoel. Maar nu denk ik, als ik iets zeg, als ik vind dat ik iets moet zeggen, dan zeg ik het. Het gaat de manier waarop. Je hoeft mensen niet te beledigen, niks. Maar mensen houden niet van eerlijkheid, valt me op. Ze worden boos als je eerlijk bent. Je moet niet boos zijn. Kijk, als ik je uitscheld of ik zeg het op een nare manier, begrijp ik het. Maar een voorbeeld. Er was ik kwam iemand tegen en ik had die persoon lang niet gezien. En ik zeg, hey, die baard van jou is echt gruwelijk. Hey, die contour is vol dik en zo. Deze chick belt mij niet meer. Zomaar ben je boos? Ik was toch eerlijk? What the hell? Zijn er mensen met een Tinder-account? Jullie gaan er niet zeggen, maar ik heb een paar gezichten voorbij zien swipen. Ik weet het. Ik heb er denk ik wel zien. Ik heb jou sowieso gezien. Sowieso. Sowieso. Kijk, weet je wat dingen? Uit verveling ben ik ook een Tinder-account gaan aanmaken. Maar wel een soort undercover. Je weet toch? Weet je dat je net alleen een lipje ziet of zo? Want mensen moeten niet gelijk zeggen, hey, Lucinda. En niet dat het gênant is, want geloof me, zitten bekende mensen op Tinder. En dan heb ik ook niet zoiets van, oh, wat doet hij hier? Want het maakt niet uit. Kijk maar naar, hey, laten we eerlijk zijn. Als Jay-Z vreemd gaat voor een Beyoncé, dan wie ben ik? Snap je? En je hoort ze ook zeggen, eh, maar wat doet Beyoncé met Jay-Z? Ik kan je dit zeggen. He got 99 problems, but thin lips ain't one. Snap je? Snap je? Ze weet waarom ze met hem is. Met de Lemonade album. Vrouwen wijs maken. Hè? To the left, dit, dat. Middle fingers up. Ondertussen slaapt ze nog elke dag naast hem. En jullie hebben jullie relatie uitgemaakt. Zomaar. Zomaar. Dus ik dacht, weet je wat? Tinder account. Ik ga het gewoon proberen. En ik zeg het je eerlijk, ik heb bekenden gezien. Ook bekenden van ik dacht, ik ken jouw vriendin. Maar goed, dat kom je ook wel tegen. God bless schermafbeeldingen. ik zeg het je eerlijk. Ik vind persoonlijk, dames en heren, dat Tinder reviews moet plaatsen. Snap je dat wanneer je een leuke kop ziet, dat je gewoon eronder kan lezen. Ik zeg maar het Dylan heeft stink oksels. 3 sterren. Kijk, daar heb ik wat aan. Zo creëer je matches. Want als jij ook stinkoksels hebt, druk je op die match. Snap je? Dus, Tinder. Neem het mee. Hè? Wij weten ook. Je ziet die spangenblakker doet. Clyde. Je ziet ineens reviews eronder. Eet billen. Je denkt, match. Ah. Let's do it. Ik heb genoeg te eten. We moeten delen. Ik ben niet gierig. Tinder moet gewoon reviews hebben. En ik moet zeggen, ik ben ook wel eens op een Tinder date geweest.
En het was anders. Ik moet zeggen, maar het is altijd eng. Hè? Want we gebruiken 9 van 10 keer allemaal wel een filtertje hier, filtertje daar. Ik vind het ook jammer, ik krijg geen dickpics meer, moet ik zeggen. Vroeger waren dickpics echt een trend. Ik zweer je, ik had gewoon een ik kon gewoon een soort kaartspel ermee maken. Snap je? En ik heb lang geleden een dickpic inderdaad gehad van iemand. En wat ik dan niet snap, mensen, als je dan een filter gebruikt, zet die met die konijnenoortjes erop, op die tolly. Want dat gaat gewoon niet. Ja? Als je een filter voor je tolly moet gebruiken, is er iets verkeerd. Daar is er echt iets verkeerd. Sorry. Maar goed. En ik had ineens geen interesse meer. Kukwee. Weer naar Tinder. En toen had ik een leuke dude ontmoet. Vaak zeggen mensen, je moet daten buiten je smaak om. Kijk, we hebben altijd iets in ons hoofd van, oké, dat vind ik leuk, dat vind ik leuk. Maar zeg ook, probeer het een keer van de andere kant, hè. En toen, oké, ik ben gegaan. We hebben afgesproken. En naarmate, ik zag hem staan in de verte. Ik denk, oké, dat is hem. Oké, Luus, ga er naartoe. En naarmate ik dichterbij kwam, werd die man niet groter. Dus toen ik eenmaal voor hem stond, was voor mij weer... het was te laat om terug te keren of te zeggen, hey, it's not me. En het was een little person, op zijn netjes gezegd. Het was een lilliputter. Snap je, broer? En dan ben ik blij dat we hier hebben afgesproken in Nederland. Dat als het zuur was, was ik gerend, want dat was sowieso een bakroep. Snap je? En je denkt, je discrimineert niet. We zijn op date geweest. Toen kon je nog wel ergens nog naar binnen. Hè, met festival en dit en dat. En ik zeg het je eerlijk, het was wel een goedkope date. Weet je, ik kon gewoon in mijn handtas. Uiteindelijk is het niks meer geworden. Want ik ben er kwijtgeraakt. En hij stuurde me een bericht. En hij zegt, Luus, ik vind het jammer dat het zo gelopen is. Maar geef mij echt de reden. Hè? Wat is nou echt de reden dat het tussen ons geëindigd is? Ik zeg, simpel. Ik kreeg geen hoogte van je. Mensen, mijn naam is Lucinda Sadok. Dank jullie wel. Ja toch, dames en heren. Dank je wel. Mag ik een warm applaus voor Lucinda Sadok? Ja toch, Kane. We gaan terug naar jou. Heid. Volgende keer heb ik weer iemand anders voor je. Ja man, Arias man, thanks man, love man, ze was gruwelijk. Lucinda, what's good? Ik hoop je weer snel te zien in de building. Maak even wat noise voor Lucinda. Gruwelijk man, love man. Hey, die smaakt hard, jongen. Ja, kapot hard, maar die stond op bij jou toch? Ja, maar moet, maar Lucinda moet je. Ze moet toch, ze moet erin toch? En één ding moet Lucy ook promoten, maar ze verkoopt ook pruiken, man. Check haar social media. Ja? Ja, man. Ja, man. Renault, man. Ze is versatile. Ja, man. Ze zit op de grind, op de hustle. Ja, ze is kapot grappig. Ja, man. Die zijn dan zo... Thomas, die zijn dan moet bij ons ook mee in Schatkist, man. Ze is aanwezig. Ze had een moeilijke rol in Schatkist. Ja, no? Ja, man. Ze had deze jongen. Maar ja, het is acteren. Ja, ja, ja. Gelukkig. Wel. Maar ze, is, ze ziet er ook sterk uit of ja, zo. Ja. Je wordt geen baks van hem, wat je? Ja, man. Nee, maar we zijn daar, man. We laten het lukken, man. Het is gruwelijk, man. Gruwelijk, man. Doop. Even een kleine soort van super way back dingetje. Neem mij eventjes eigenlijk terug naar jouw echte early age van je jeugd. Papa, mama, Tori. Neem ons terug naar je school, je basisschool. Ja. Nou, ik zeg je eerlijk, bro. Naar je middelbare school. Ja, kijk, middelbare... De eerste liefde. De fans willen het weten. Ja, maar sowieso, kijk, ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik kan je alleen zeggen... Het was taai, man. Je weet toch, geen stroom, dat soort dingetjes. Ah. Je weet toch, zusje wassen met washandje. Gewoon black family. Gewoon black family. De average black family. Ja, toch, broer. Ik had zelfs bijnaam Stroompie. Ja, toch? Omdat ik geen stroom had. Ja, man. Dus serieus? Al die dingen. Maar op een gegeven moment krijg je gewoon kracht. Je weet toch, van en dan krijg je die offers van vastzitten. Maar je hebt een hele mooie mama. Want ja, ze hebben een foto gepost van mama gefeliciteerd. Ik moest even kijken, is dat zijn moeder? Ja, man. Hey, ja, een man. Mooie mama. Ja, shout-out aan de mama. Ja, man. Dus ik zie al dat die mooie dingen je van je moeder hebt overgenomen, G. Ja, man. Gelukkig wel, man. Ze is sterk, man. Ze is ook zelf de sterrenbeeld rammen, je weet toch? Ja, toch? Dus jullie rammen door gewoon op die kruin. Ja, man. Gewoon rammen, man. En vertel me die eigenschappen die je hebt overgenomen, waar je jezelf terug kan herkennen.
Vraag ik er bijna aan iedereen. Ja, kracht. Die vrouw is super sterk, bro. Zo, is niet normaal, man. Gruul. Kan niet net als Katoro nu emotioneel worden, begrijp je? No, die vrouw is super sterk. Je moet nagaan. Ja, mijn moeder heeft ook gewoon 4 baby daddy's, weet je toch? Ja. Dus veel verschillende mannen in de leven. Ja. Maar gewoon altijd er bovenop gekomen. Je weet toch, zelfs toen we geen stroom hadden. Ja. En ik moest mijn zusje halen van school. En je weet toch, bij elkaar liggen voor warmte. Je weet toch, in de decembermaanden, ja, geen verwarming. Je weet toch, ook erbij komen liggen. Je weet toch, en gewoon blijven praten met ons van, hé, het gaat goed komen. Je weet toch, nu, ja, toch, dit is de harde vorm. Je weet toch? Yes, maar ja, ik denk dat ik er dan op een iets latere leeftijd heb ik er wel iets meer verdriet gedaan. Want ze probeerden me eigenlijk te helpen van, dit is wat ons nu overkomt. Je weet toch, is moeilijk. En toen dacht ik van, oh man, eigenlijk moet ik mijn mama gaan helpen, man. Je weet toch, het gaat niet zo, het kan niet zo blijven, je weet toch. En dan kom je die gevangenisdingen terecht, omdat je denkt van, nou, er is buiten nodig, begrijp je? Ja, dat ik aan mijn mama moet geven. Je gaat op die grind, zonder brain. Zonder brain. En dan wat gebeurt er, dan... Mijn moeder raakt dan een schakel kwijt. Eigenlijk ben ik haar schakel voor mijn zusje dan. Ja. Want dan is mijn zusje weer alleen, omdat ik vastzit. Ja, ja, ja. Dus die warmte eigenlijk, wat er was, ontbreekt omdat ik dan nu vastzit. Maar ik bedoelde het goed in mijn hoofd, begrijp je? Ja, 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 ja. En, ja, alleen de uitwerking was niet zo handig. De uitwerking was niet zo, begrijp je? En ja, van dat heb ik ook natuurlijk geleerd. Want daarna kwamen wel weer gewoon dingen binnen. Ja. Je hoort het al op 16-jarige leeftijd ben ik die motherfuckers aan het financieren, man. Je weet toch? Ik ben nou gewoon daar, man. Hey, ja, ja. Hey, toen noemden ze me nog boeren. Van, hey, boeren, dat is nodig, man. Wat? Gefixt. Ja, je weet ja, toch? Ja, ja, dus op een gegeven moment was dat ook allemaal opgelost. Je weet toch? En dus toen konden de mensen niks meer zeggen, gewoon... Stilte. Ja toch, en dan middelbare school waren we gewoon gang op, gewoon, je weet toch, de boys, Lino, dat soort mannen, Roma, Aquasi, gewoon een hele gang gewoon en begrepen me op bij een bepaald punt wel, je weet toch. En ja, basis, in middelbare school zat ik ook gewoon vast, zat ik ook gewoon jari, je weet toch, ik heb mijn diploma gehaald in de gevangenis, mijn middelbare diploma, je weet toch, uh-huh. Die heb ik daar ook gehaald, dus... Ja, dat was gewoon gezeik, man, broer. Als ik nu, hoe ik nu leef, hè, Sugarcane, ik zeg je eerlijk, broer, is drankje, man. Ik leef zo nu, ook met, kijk, je moet nog, ik heb ook veel babymamas, maar ik heb het voor nu onder controle, je weet, gelukkig. Want als ik die drukking ook vandaan zou krijgen, zou ik vijf gaan, begrijp je? Van, hé, je wilt film maken, maar je bent niet eens hier. Ja, dan krijg je van, hé, je wilt film maken, kom naar hier, man, want je kind heeft je... Dus ook die dingen moet ik plaatsen, begrijp je? En gelukkig ben ik safe met ze, je weet het. Dan mag je van geluk spreken. Ja, man. Ja, man. En ik kan gewoon bevestigen van, broer, die tijd wat ik heb meegemaakt was keihard. En nu, je weet toch, we moeten... Je was gewoon even in een wilde rivierstroming. Ja, en nu toch. Ben je een beetje een soort van tranquil, een soort van flow. Echt, broer, die rugtas wat ik draag is zwaar. Je weet toch, is zwaar. Echt... Kijk, iedereen maakt zijn shit mee in zijn leven. Oh, ja, toch. Ja, iedereen. Toch. Ja, ja. Maar, dat is leven. Begrijp, dat is leven, maar... Broer, je moet nagaan. Deze man komt ook uit Afrika. Hij heeft ook veel dingen, je weet toch, meegemaakt. En jij hebt veel dingen meegemaakt. Maar voor mezelf denk ik even, zouden mensen het aankunnen wat ik heb meegemaakt? Maar dan moet ik mezelf ook die vraag, kan ik het ook meemaken wat jij hebt meegemaakt en, jij, en de rest om me heen? Begrijp je? Dus... En daarom staan we in respect tegenover elkaar. Ja toch, alles, het leven is gewoon een groeiproces. Ja, toch, en, vooral vanuit de straat, je weet toch? Ja. En dan moet je nagaan ook bijvoorbeeld... De mensen van vroeger, die gingen lachen van, stroomie dit, dat. Nu kan ik tegen hun zeggen, wat moet gebeuren? Moet ik voor een jaar je huur betalen? Ja, begrijp je? Ja toch, je switch erom. Dus, begrijp je? Van, je ging lachen toch? Wat moet ik de huur voor je betalen? Ja toch, ja toch? Je weet toch, voor hoeveel maanden? Ik dek het, hè? Ja, ja, je weet ja. Toch? Oké. Okay. Dus dat is dan, omdat ik dan ook hard voor dat ging werken, begrijp je? En, die mensen die, met wie ik crime deed, kijk me af van, gee... Ja toch? Je weet toch, af en toe gooien ze deze op me van, voorlaat dan, ik heb dit nog. Hey, als je dat zegt, wat ik para, hè? Ja. Bel me niet, broer. Ja, bel me niet. Voor die dingen, bel. We zitten op andere dingen, ja, maar bel me niet. Bel me niet, man. Je weet toch, dus... Dat zijn andere films, man. Ja, man. Die film, we verfilmen dat, maar we doen dat niet meer. Je weet toch, dus af en toe heb ik heb niet eens meer die drang van, je weet toch? Heb je niet soms wel, voor jezelf, subconsciously, een beetje het gevoel van... Het is wel best wel een gevoelig soort van dingetje wat ik nu wil gaan belichten. Ja, zeker. Tot hoeverre. Ja. Je weet toch, zou het een negatieve invloed kunnen hebben op de kijkers? Misschien minderjarig of zo? Heb je wel iets van dat je zegt vanaf 18 of zo? Nee, kijk, wat ik maak eigenlijk... Mijn Instagram geeft aan doelgroep 24 tot 34.
Ja. Begrijp je? Dus dat is volwassenen. Omdat ik doe, ik maak volwassenen shit. Die bij mij zit er nog, die gaat nog een donnie verder, tot 44. Begrijp je? Dus, maar dan moet je nagaan, wat ik, omdat ik word de hele tijd, ik maak funny sketches met frame gaan. Altijd is een andere situatie. Dan krijg iemand hartaanval, maar ik kus er, maar ik, opeens ben ik aan het reanimeren. Of ik ben weer, of zogenaamd ik ben met iemand aan de lijn. Je weet toch, die vrouw is zogenaamd aan het twerken, maar dan verander ik de situatie van, no, ze wou me gone zien, je weet toch. Dus het is niet voor kinderen eigenlijk, maar ook kinderen kijken, je weet toch. Want ik maak ook comedy, begrijp je? Het is niet alleen met vrouwen, het is ook gewoon comedy. Bijvoorbeeld, ik had eergisteren had ik eentje met touw met een midget. Je weet toch ook, komen pull op met de hele gang. We bellen aan, begrijp je? Je ziet die midget rent achter ons aan. Je weet toch, hey, hoe kan die midget achter ons aanrennen? Maar ik kom met de hele gang. Dus ook kleine kinderen is in, omdat ik kom in die man. Ik ben toegankelijker. Je weet toch, ik ben geen arrogante voetballer, kickboxer. Je weet toch, soms als je die kickboxers ziet, denk je van, oh, maar ik wil ze niet aanspreken. Of rappers of voetballers. Maar ik maak comedy. Dus bij mij is het gewoon van, hé, het is goudje, hij is gek. Ja, ik ben gek, pa. Let's go, man. Wat foto, let's go. Ja, toch, ik snap het. Dus dat. Dat, zo is mijn leven wel echt geswitcht, man. Ik zeg je eerlijk, man. Van de hele tijd om me heen kijken, dit, dat. Want af en toe heb ik nog niks van, man. Ze komen in de auto en dan vergeet ik die vraag te stellen van, hey, G, heb je een wapen bij je? Omdat ik er niet meer... Die man zegt, natuurlijk, maar ik ben altijd met pijp. Toch, hé, bro, dat kan niet, man. Je moet uit die waggie, man. Want als ik word geremd... Dan is het associated. En dat begrijpen ze wel, begrijp je? Soms vergeet ik gewoon van... Met wie ik zit, want weet je, ook die mannen om me heen, die zijn gewoon ook straat. Maar dan vergeet ik gewoon van, hey, heb je een wapen bij je? Bro, je kent me toch? Eetje, dan moet je aan die waggie nu. Nee, oké, maar zet mij even daar. No, man. Je weet toch, volgende controle, broer. Of ja, volgende toch, stop. Nu. Ja, begrijp toch, je? Ja, en, toch, ja, en kijk, dat is het wel. Ik zit wel altijd met capuchon in de auto. Begrijp je? Altijd capuchon pet. Dus suspect eigenlijk meteen al. Begrijp je? Dus, en dan... Nu, je kan die wapen niet onder de stoel zetten van... Hey. precies die. Maar hey, je zit in de auto, politie komt, van wie is het? En dan zeggen we allebei, is niet van mij. Niks is van jou, bro. Ja, maar kan niet, man. Kan niet, man. Ja, maar is van jou, man. Je moet nog, ik had een keer een rap gemaakt. Het was een grappige rap, je weet toch, ik werd zeg maar uitgenodigd. Toen vroegen ze me van, hey, goudje, weet je wat? We gaan een funny sketch maken, maar je gaat vertellen gewoon real stories, je weet toch? Broer, ik begin te rappen. Bro, dat ding ging ook viraal, je weet toch? Wat was die line van me? Ik snitch never op mijn niggas. Maar als justitie zegt 10 taaien, snitch ik meteen op mijn niggas. Oh dus my god. Nee, je kan die niet drukken, man. Ja, want je mag never not snitchen. Nee, man. Dat is de code. Dat is de code. Never snitch. Gewoon 10 jaar zitten. Nee, man. Ja, jawel. Ik snitch nooit op mijn niggas. Maar als justitie zegt 10 taaien, snitch ik meteen op mijn niggas. Man, G. Als ik binnen ga omdat je geen snitch op me, ik word onderhouden door maar niggas die 10 taaien die jij zou bent gekomen dartje. En ik kom je handen vanuit die Jari. Zeg, yo. Maar wat kan je drukken eigenlijk toen ik zei van ik snitch meteen? Ik was niet meteen. Nee, wel zeggen, het is afgelopen. Hier is de podcast bij af. We sluiten hem af. Er is geen afkondiging, niks. Die ding moet eruit, man. Helemaal nee, maar dat zijn die grappige dingen. Ja, maar kijk, je moet naar mijn moeder heeft me geleerd. Achter elk geintje zit een seintje. Ik kan het wel grappig tegen die papi zeggen van, maar je kan niet hier zitten, man, je weet toch? Ja. Want kijk, van mezelf ben ik ook nog wel een beetje agressief. Soms moet ik mezelf ook inhouden. Wat is er eigenlijk? Precies. Want kijk, ik heb natuurlijk ook meegemaakt. Wat is eigenlijk? Gewoon ja, wat ik ook mee heb gemaakt door die bekendheid, soms boksen ze tegen me aan. Van, bro, ik ben precies daar. Mag gaan even praten. Ze boksen tegen me aan van, en dan is het zo van, weet je wat, we gaan goudje filmen, hoe we hem vormen. Maar kijk, en daar ben je bij de verkeerde man. Juist. Want kijk, ik ben een comedian, ik ben geen fatu man. Dus dat. Begrijp je? Ja, dus ja. Daar ben ik een paar keer tegen aangebokst. Jokes, maar je bent toch geen fatu man. Begrijp je? En daar ben ik een paar keer tegen aangebokst. En dan moet je je tanden laten zien en dan is van oké, okay, spang. Soms, hè, dat is het probleem altijd wat ik heb gehad als Sugarcane. Mm. Als ik ergens anders binnen in het buitenland zo, dan ben ik een andere persoon. Ben ik van, kom tot rust, gewoon zen. Ja. Gewoon. Maar als ik hier ben en ik zie mensen op straat. Dan denk ik van, hé, wat kijkt hij? Ja, toch. Dan vergeet ik soms, ik ben Sugarcane. Ja. Dus ik beleef het vanuit perspectief, vanuit mijn straatogen. Dus ik zit... Ja, toch, maar wat is er?
Je bent Sugarcane toch? Ja toch, je wacht op die afwachting. Ja toch, Waka, love, love, love. Maar het is geen love, G. Het is gewoon, I'm ready to bust your shit. Ja toch, ik voel me snel, je weet toch. Is niet dat ik me onzeker voel. Maar omdat ik gewoon weet wat het... wat, weet je, wat het klimaat is op straat. Ja. Kan je alles verwachten. Gewoon, het kan gewoon zo. Ja, en dat is schrikbaar. Maar weet je, want vorige week had hij dat. Hij was bij Budget Cam. Maar kijk, hij is altijd behind the camera. Kijk, ja, we tekenen hem overal en ze weten wie het is. Maar soms wordt hij ook herkend. Hij belt van, hey, ik ben herkend. Ga je zo doen. Ik zeg tegen hem, die... Wees blij dat ze je op die niveau kennen, man. Ja, man. Want hem spreken ze gewoon van, jij bent van schatjes, je bent die cameraman, hè. Dus je weet het, toch? Ja, ja, en, ja, ja. En dus, voor hem is het maar... Kijk, omdat we ook die boze kop af en toe hebben, kijken ze zo van, hey, G. Maar ze zien hem als cameraman. Kijk, dan weer in de film ben ik aan het schieten, dan weer ben ik ergens aan het rennen. Dan, dus het is van alles, dat is, man. Dat is een ding die ik echt jammer vind, en dat snap ik ook niet. Waarom jullie altijd... Mensen gaan testen op een gegeven moment. Nee, maar bro, weet je, het is gewoon soms een verkeerde interpretatie. Het is niet altijd testen, want bijvoorbeeld die persoon die bijvoorbeeld zo kijkt, die denkt van, damn man, deze kill zou moeten weten hoe die lyrics mij hebben geïnspireerd. Ja. Maar dat kan ik niet van hem lezen. Dus ik zie alleen maar een starende blik. Dus ik denk, this nigga trying to get into my world. Wat is dat ding? Weet je van, hey, fucka. Maar dan als je juist tampoe of zo bent, dan ga je me juist triggeren, omdat ik dan krassie word, omdat je groot bent, om met je in die fitty te gaan. In de regelgeving, ik kan nooit niet bang zijn. Als ik bang word, word ik boos op mezelf, omdat ik bang ben. Dan gaat er iets oers gaat komen bij mij, boom, die gaat naar boven komen en die gaat je willen eten. Ik heb coaching nodig, bro, hoe ik met dat om moet gaan. Want als ik het gevoel moet krijgen dat je me probeert te intimideren, dan hebben we al een probleem van de jump. En ik begin nu pas een beetje te leren van, oh, misschien is hij in andere gedachten goed. Je weet toch, dan neem ik maar dat je gaat denken dat ik een vriendje ben, omdat ik niet reageer. Je weet toch, maar zo goed. Het is echt een moeilijke situatie. Het is een moeilijke groeisituatie, hoor, dat, hoor. Maar kijk, dat is het. Het is wel super mooi, begrijp je? Want ik heb veel aanhang, fans, je weet toch, die me wel echt goed zien. En op een gegeven moment ben ik nu gewoon van, hey, al kijk iemand lang, van, hey, alles lekker. Want ik weet dat ze me eigenlijk wat willen zeggen. Ik gooi hem nu al gewoon. Zegt, dat heb ik toevallig eergisteren gehad. Ik liep alleen. Ik zag twee kills lopen. Je eentje met een daggoe, eentje boom, boom. En die man keek boos. Maar dan word ik nog boos, omdat je loopt met een daggoe. En je weet, je loopt met een pitbull. Dus je weet, die pitbull gaat eerst voor jou vechten voordat jij gaat fitty. Dus je weet toch, die ben ik al in die stel op eigenlijk. Van oké, gaan we dom doen, G? Weet toch gewoon, je weet toch? Dus ik zeg van, fuck bro. Hij zegt, hey man, ja man broer. Ja toch, maar love. Zo moet je het nu ook brengen. Ik zeg, want ik zeg eerlijk, Jukki, als ik bijvoorbeeld jou zou tegenkomen, ik zou maar één ding denken. G, ik ben op slaan en ik ren. Als je bijvoorbeeld op mensen afkomt, ik weet gewoon van, ik ga niet halen, begrijp je? Ik ben op... En ik ren, begrijp je? En volgens mij, hier reed ik een paar keer in Buikslotermeer, op Buikslotermeerplein, praat ik over jaren niet. Had je geparkeerd of zoiets? Maar toch ben ik die type van, ik moet toch dichterbij komen, je weet toch? Om te checken gewoon, en dat merk ik nu bij mezelf. Gewoon hoe het gaat dat mensen zeg maar een beetje anders gedragen. Je weet toch, om met je, bijvoorbeeld bij Schatkist, mensen komen gewoon echt naar de locatie toe om het te checken. Je weet toch, gewoon echt om de naar de locatie. Hé, is Goudje toevallig hier? Soms die impact die we hebben, die onderschatten we zo vreemd. Ja. Want we zijn meteen kwaaddenkend van, hey, fuck, misschien willen die mannen grof. Omdat dat hebben we ook meegemaakt. Dat mensen gingen opstellen om, hey, zie die diamanten ketting. Hey, G, we zijn 5 man diep, we zijn strap. We kunnen die man zeker hebben. Dat heb ik ook meegemaakt. Dus je moet begrijpen dat mijn tory komt niet zeg maar uit de lucht vallen omdat ik een overspannen mannetje ben. Nee, ik ken de straat maar al te goed dat ik rekening van tevoren hou met wat er eventueel zou kunnen gebeuren. Daarom ben ik in die stel op. Maar dat is... Begrijp je? Ik voel me de hele baan bij, man. Ik snap wat je bedoelt, dat moment dat je altijd scherp moet zijn. Ik was...
ja, terug in de tijd was ik hoofdprogrammeur bij Bannerbruis Festival. Jij praat alleen maar positieve dingen, man. Nee, nee, ik ga je nee, nee, nee. Ik was cameraman. Nee, ik ging toen een workshop doen. Ik bouw me vooral op, toch. Ik bouw me vooral op. Wat ga je opbouwen? Je bent alleen maar aan het bouwen. Ik zat vast. Ik ging mijn diploma halen in die jari. Ik was met die doppel bezig. Maar luister, dat is die balans tussen ons twee en daarom Bright Gold. Nee, maar ik ga, dat is die balans. Ik wil naartoe, ik bouw het op, zeg maar, naar hoe mensen jou willen testen of wat zeg maar willen doen. Yeah. Ik was hoofdprogrammeur bij Bannerbruis en om het vooral korter te maken, Atje moest optreden. Ja. Yeah. Maar ik had altijd bij me, want ik moest iedereen dan betalen. Ik had iedereen al geld bij me. Dus al die envelop van al die acten, dus yeah. Ik had best een stapeltje. Maar als je zo'n optreden, plantje gaat af, maar naast me zit gewoon een paar mannen, zeg maar, van de Bannen, shout-out naar Bannen. Sowieso love, dat ja, Bannen 1 en 2, Nieuwe Dam, Oldewijk, I got you. Sowieso Noord tot Praat het leven, man. G, ik was de eerste Noord-Zuidlijn. Dus, maar ik zie gewoon zijn hand naar die enveloppen gaan. Naar die enveloppen gaan. Dan komt die Afrikaanse wind hier naar boven, toch? Why? Nee, maar het was een stukje wilder dan nu. Ja, ja, ja. Dus mijn reactie is gelijk uithalen. Ja, tuurlijk. Hè? Snap je? Je wordt gehit. Ja, mijn reactie is direct uithalen. Fiti daar achter. Maar tegelijkertijd wil ik ook zien hoe Atje optreedt. Snap je? Dat denk ik zo van... Waarom moet dat nu gebeuren? Maar kijk wat ik zeg maar betekent zeg maar voor Noord, weet je? Ja. We laten het gewoon leuk, gewoon van de buurt. Ja, toch, dan ga kids je dom zijn doen. Blij. En jij wil zeg maar met je domme kop wil je mij gaan beroven. Omdat ja, mannen toch. Zijn altijd op de grind, B. Nee, maar dat is geen grind. Maar dat daarom is mijn stel op altijd negatief denkend van tevoren. Je? Al, weet je, ja. Ja, dat denk ik zo van, waarom... Dat is ook een soort van test. Waarom wil je me gaan testen op dat moment? Waarom wil je me gaan beroven? En die man is daar aan het werken. En ik moet hem nog zijn geld gaan geven. Want dan ga je me in een situatie zetten met actie dat ik hem niet kan betalen. Snap je wat ik bedoel? Ja, dus dan ik heb hem altijd... Waarom? Hij is nu bekend. Waarom wil je me gaan testen? Juist. Dat is volgens mij het enigste negatief wat jij hebt meegemaakt. Voor de rest is alles positief bijgegaan met je workshops. Nee, ik ga niet. Zal ik het geheim vertellen? Zal ik het geheim vertellen van deze man? Ja. Is die Franse accent. Nee. Daarom komt die man altijd weg van allerlei shit. Weet je, denk van, wauw man, ja man. Nee, love voor deze man. Is die Franse accent, ja, maar Katoeros moet nikken, man. Wakanda forever. Ik kan gewoon voor positieve energie. Ik ga nooit belichten, zeg maar. Ja, ja, tuurlijk. We messen met jou. Ja, ja, nee, maar kijk, dat is sowieso... Kijk, Kator is sowieso mijn balans in mijn carrière, begrijp je? Toch, af en toe, ik zeg het eerlijk in mijn management, Sofia. Ik zei tegen haar van, Sofia, als mijn shit niet lukt, ga ik terug in de crime, hè. Ze zegt tegen me, ben je gek of wat? In die gesprekje, ze zegt, het gaat sowieso werken, want het heeft nu al gewerkt. En anders doet ze gewoon met je mee. Ja, toch, love. Je weet nee, maar, zelf, dus, klein dus, voor dus, nagaan, het zijn mijn schakels gewoon die het wel laten lukken. Je weet toch, hij is die balans gewoon ook in mijn shit. Je weet toch, hoe je zegt van, hey, hoe de fuck ga je opeens weer naar een positieve tijd? Je weet, omdat af en toe zeg ik gewoon van, mijn hoofd is... Het is heet. Para, je weet toch? Want, en dat is wel wat ik in me heb gewoon. Ik kan daar niks aan doen. Maar dan ben ik weer onfocus. Van, oh ja, shit. Dat was het plannetje, je weet en toch? Is bijvoorbeeld hetzelfde als je als iemand jou nu gaat afleiden van deze mooie Sunny wat je nu maakt. Jij kan ook morgen wakker worden. Ik denk, fuck dat, man. Maar dan gaat iemand weer in jouw kring een balans van, je ziet niet wie er allemaal bij je komt. Ja, sowieso heb ik ook een paar mensen die me in balans houden. Ja, toch? Van, kijk wie allemaal bij je komt, G. Ja, je bent wel mensen aan het vragen, maar ze komen... Uiteindelijk draait het. En, en dat is voor mij precies hetzelfde. Juist, het, is, het werkt en, gewoon en, zo. En dat is wat je zegt, dat is die weegschaal rond wat je aan het doen bent. Juist, man. Mm. Maar Yusuf, toch on the rail. Ik wil jou toch ook eventjes vragen om eventjes terug te nemen. Naar Afrika. Naar Afrika. Toen je jong was. Congo. Congo. Oh, bro. Mijn jeugd was... Ren op blote voeten, pa. Dat sowieso. Maar daarom heb je nu die Nike's, die verse die je aan hebt hier. Ja, man, kost die mij het Alex, man. Van die blote voet naar die dikke patterschool. Ja, wat staat er? Gator? Nee, maar dat is Nike customized, maar met mijn eigen logo erop. Met zijn eigen logo erop. Oh, je eigen logo. Customized Nikes. Ja, man.
Dus maar kijk, mijn jeugd was gewoon, ik heb een fantastische jeugd. Eigenlijk hoef ik niks met te horen, G. Je nee. gaat gewoon blote voeten lopen op zand, ga je dan customized ja, Nike's, man, broer. Ja, man, bro. En nigger is shining, hè. Kijk, we hebben niks aan, hè. Nigger is shining, kijk dan, nigger is shining. Je hebt nog alle konden in, ja, gewoon ook, broer. Broer, ja, die man heeft Kitty alles, man. Nigger is shining, man. Nigger is shining, man. Ja, maar ik heb niets, B. Ja, man. Mijn jeugd was gewoon van, het was gewoon, ik ben, we zijn opgegroeid bij mijn oma, want mijn ouders moest gewoon doen wat ze moest doen. Juist. Jij toch? Mijn moeder was bezig met haar ding, mijn pa was bezig met haar ding. En dat heeft een beetje, zeg maar, ik ben hier een dag opgegroeid in de familie. Mm-hmm. En dat was gewoon tof. Maar de beste tijden van mijn jeugd was, zeg maar, in Burundi, in de berg. Want ik echt een boerenjongen ben ik. Juist. En dat is in Muramvya. Muramvya. Ja, en daar heb ik gewoon echt de beste tijd van mijn leven gehad, man. Ja, en toen door leefomstandigheden moesten we, zeg maar, in de familie van me, ik moest in de familie van mijn moeder gaan leven. Uh-huh. En daar kwam ik, zeg maar, de echte realiteit dan tegen. Van de regering komt. Ja, ja. Nee, dat niet. Gewoon het leven. Of gewoon. Het leven. Ja, hoe het is. Van kijk, mijn moeder was een alleenstaande kind. Want sorry, die plek waar je nu over praat, dat is niet in Congo meer nu? Dat is nu in Congo. Oké. Okay. Ja, dus okay, nu in Congo. Burundi, toch? De beste tijden die ik gehad heb, dat is in Burundi. Maar door leefomstandigheden moest ik naar Congo gaan. Ja. Dat is in de familie, zeg maar, van mijn moeder. En daar was mijn lieve oma niet. Was mijn moeder niet. Dus ik moest, zeg maar, meemaken met de situatie van als een kind van... Ja. Snap je? En daar, ik had een prachtige neef en Nirja en hun hadden me echt ontvangen. En ja, dat was een beetje zwaar. Ja, dat heeft me gemaakt wat ik nu ben. En toen hebben je ouders op die grind gezeten en toen was er een kleine money gepot en toen zeiden ze van... Let's go. En ja, was het plan, man, meteen naar Amsterdam of eerst naar Brussel of naar Parijs? Nee, het was direct naar Amsterdam. Kijk, wat we wisten... Wat broer, je weet het is, Belmer staat in al die Afrikaanse landen op de map. Ja, man. Ja, man. Mag net als je uit Nigeria komt... Dan... You know Belmer? Bama. Kijk, wat ik niet wist of wat ik niet bewust van was... we hadden Nederlandse nationaliteit. Daarom heb ik ook De Jong van achternaam. Ah. Ja, en... De Jong? Dus De Jong, ja. Ik heb een gabber van me die daar zit, die heet De Jong van zijn achternaam. Is zijn familie. Hij heet gewoon De Jong van zijn achternaam. Ja. Hij. Ja, en dus leven ging broeien, genocide en zus en zo. Mm. Dus mijn pa zei van, weet je wat, we hebben toch een Nederlandse paspoort. Los. Let's go, Bijmer. Ja, man, dus sowieso, man. Beland, man. En gruulijk. Dat is gewoon mijn jeugd, zeg maar, kort samengevat. Gruwelijk, man. Sowieso wil ik een shout-out geven aan onze ouders. Je weet toch, ja, want hun hebben altijd zichzelf opgeofferd. Ja, sowieso, om ervoor, man, te zorgen dat wij toch in de meest betere situatie zijn terechtgekomen. Mm-hmm. Ja, man, ja, sowieso. Kijk, en ook met de mindset. Laatst toevallig keek ik, zeg maar, een filmpje uit Italië hoe vluchtelingen op een zee waren teruggestuurd. Mm-hmm. En zo'n roeie bootje. En toen dacht ik van, shit man, ik heb wel geluk dat ik hier ben. Ja. Want al die trajecten die al die mensen nu doorstaan, meemaakt, ja, man. Snap je? Dat ze moeten even zoveel moeten gaan lopen via Marokko en dan de zee via Spanje en dat soort dingetjes. En dan beland je in een land dat je eigenlijk, je denkt dat het paradijs is, maar het is gewoon nog meer struggle. Juist. Maar op een andere level. Juist. En dan denk je van, je moet wel blij zijn dat je het kan doen wat je nu doet. Sowieso, man. Ja, man. Sterk, man. En on that note, man, gaan we de doofpot moeten verlaten. Maar G, we hebben hem opgekieperd. Ja, shit, man. En we hebben hem gewoon, je weet toch, we hebben onze shit eruit gegooid, man. Ja, mensen zijn weer op de hoogte. Ze zijn on point. Hé, hoor dan, ik moet nog een keer uitgenodigd worden, man. Sowieso, ja. Want je weet, binnenkort komt het publiek hierbij. Ja, je weet toch, we hebben een lekker terrasje buiten. Je weet toch, de zon schijnt. We gaan lekker nyang, nasi, bani. Oh, ik hoor die muziek. Je hoort het, G. Want we gaan er weer uit zoals we erin zijn gekomen. Ja, toch, love. Wil u nog een shout-out geven? Ja, man, sowieso shout-out naar... De whole squad, ook de nieuwe vrienden en de oude vrienden. Shout-out naar alle exen. Ik begrijp dat je boos bent. Shout-out naar mijn team. Shout-out naar Goldies Entertainment. Shout-out naar Custom Made Agency. Shout-out naar de hele familie, man. Shout-out naar mijn moeder, Mamouti. Ik hou van je. Shout-out naar mijn kinderen. Hey, oh ja, jullie moeten ook nog, hè? Ja, ik hou van jullie en jullie zien me snel weer terug, man. Ben gang! Yes, Yusuf! Ja, we shout-out naar mijn vrouwtje, kinderen. Shout-out naar Sugar King dat we hier mogen zijn, man. En naar alles, man.
En mensen moeten me Aris niet vergeten, man. Die man is een legendarisch, man. Yes, man. Ik vind eigenlijk dat het volgende podcast dat Aris hier moet zijn verhaal ook moet vertellen. Ja? Ja, man. Is cool, bij deze is hij uitgenodigd. Ja, man. Aris, ja, man. Kom ook hierbij zitten, man. Sowieso, man. Ja. Sowieso. Ik wil een shout-out geven aan Arius. Ja, man. Ik wil een shout-out geven aan Harold 20. Ik wil een shout-out geven aan Agneton. Ik wil een shout-out geven aan Martijn. Was good. Je weet, we doen het. We staan geen vliegen te vangen, pik. Hallo. Ik wil een shout-out geven aan mijn moms. Ik wil een shout-out geven aan Project 86, man. For making the brotherhood. Ja, oh, ja, bro. Project 86. Project 86, ik ben vanaf de start daar, ja, bro. Snap je? En ik wil een shout-out geven aan Gerard Street. Je weet toch, we rocken die dope koptelefoons. Je weet het, G. Ik wil een shout-out geven aan Now and Never Records. We gaan binnenkort leuke dingen doen. Ik wil een shout-out geven aan de straat van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Ja, heel Nederland, Benelux, we got this. Suriname was good, Antilla was good, Zuid-Afrika was good. Sugar cane, we out of here, man. Love! Braka! Testing my mic, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, a 3, 4, 5, 6. Boogie the type of nigga to pop 4, 5 clips. On any squad thinking I won't, all I do is catch bricks. I'm raised by the hood, you done know. Live life like Rambo, survive any bumbo. Glad team speak more than one floor. Deadly combo, call me Umbo. Move in my gun blow. Please.